zuster. Pijn? Ik ken geen pijn. Tenminste, niet zoals mijn broeders en zusters die werden gedragen in het vuur van de strijd. Er bonkte geen angst in mijn borst, maar trots. Fort na fort na fort. Symbool was ik. En symbool ben ik gebleven. Wat ziet u als u kijkt naar mij? Opgeheven hoofd, standvastigheid? Bescherming, ja, tegen de tand des tijds. Nooit zocht iemand heil bij mij. Sier was ik, geen scherm, geen schild gesmeed voor hagelregens. Al was ik er nog zo op gebrand, het beleg, de veldslag en de stad, ik kwam pas achteraf van pas. Nee, dan mijn drager, de belager. Manmoedig hield hij vol en vocht en stond waarvoor hij stond. En ik paradeerde en bestond. Of ik ooit iets overwon? Dat ik hier nu lig, dat u naar mij kijkt, dat ik eindelijk eens spreken mag. Waarvoor levert u nu strijd? Ooit was het noodzaak, nu lijkt het mode geharnast door straten te gaan. U staart zich blind op mijn waarde, maar u vergist zich, laat mij varen. Geen bescherming maakt ons mooier. Stel u open, geef u over. Dankjewel, Vicky Franken. Goedenavond, dames en heren. Heel hartelijk welkom hier in de Rode Hoed. Mijn naam is Sophie Derksen. Ik ben journalist, lang voor Vrij Nederland, tegenwoordig voor De Correspondent. En ik mag u hier allemaal heel hartelijk welkom heten op deze avond. Die gaat over de macht van de tegenkracht. U hoorde net al wat wapengekletter als u goed luisterde. En het kan u bijna niet ontgaan zijn. Het is dit jaar 450 jaar geleden dat de 80-jarige oorlog uitbrak. Er is een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum. Er is de NTR-televisieserie die u wellicht gezien hebt of nog gaat zien. En in het Rijksmuseum kunt u nog tot en met januari die tentoonstelling zien. En dit gedicht, wat u net hoorde, dat reflecteerde op een artefact uit die tentoonstelling. En om precies te zijn op de ringkraag. Ik ben steeds geneigd rietkraag te zeggen, maar die hadden ze toen ook overigens in die tijd. Maar het ging hier om de ringkraag. En Vicky Franken is een van de jonge makers die gevraagd is om te reflecteren, om een stem te geven aan objecten uit die tentoonstelling. En dit ging over de ringkraag. En u kunt dat allemaal straks thuis, niet nu gaan doen, wordt zo geblader, nalezen in het boekje wat u hebt gekregen toen u binnenkwam. Ja, 80-jarige oorlog, opstand ook wel. In die serie, in de tentoonstelling, in het boek dat bij de tentoonstelling verscheen, wordt heel nadrukkelijk ook genuanceerd. In hoeverre was het een opstand? Van wie eigenlijk? Wie kwam er in opstand tegen wie? Het beeld van de Spaanse overheerser waartegen heel Holland, heel Nederland nadrukkelijk zich weerde. Klopt dat eigenlijk wel? Hoe eendrachtig was die opstand? Het is de geschiedenis van de noordelijke Nederlander, maar laten we niet vergeten dat het ook over de zuidelijke Nederlander gaat. Over het huidige België en natuurlijk ook over de Spanjaarden. Die zijn er vanavond niet. We hebben het hier vanavond over de buren. Wij als in de Nederlanders en de huidige Belgen, Vlamingen. Die discussie overigens wil ik ook even parkeren. Maar het gaat vooral over de vraag, hoe kijken wij nu en toen naar opstand? Wat zijn ook moderne vormen van geslaagde opstand? Daarover gaan we na de pauze praten met een panel waarin zitten een voormalig geheim agent, zeg ik maar eventjes. Ik hou het nog spannend. Een activist en ook een rechtsfilosoof. En met die drie perspectieven gaan we dus praten over moderne vormen van opstand. Maar eerst gaan we terug in de tijd. Gaan we naar het verleden. En dat doen we met Stephanie Archangel van het Rijksmuseum, junior conservator bij de afdeling geschiedenis, socioloog van huis uit, maar ze neemt u vanavond om te beginnen mee als historica, zeg ik maar eventjes voor het moment, door de 80-jarige oorlog en door die opstand. We praten zo meteen verder. Stephanie. Dankjewel. Ja, mijn naam is Stephanie Archangel en ik ben junior conservator bij het Rijksmuseum. En ik heb samen met senior conservator Gijs van der Ham, die ook aanwezig is, de 80-jaar oorlog, de geboorte van Nederland, gemaakt.
Ik zie misschien heel veel mensen al kijken, 80 jaar oorlog, hoe zat het ook alweer? Maakt u geen zorgen. Wij hebben daar een heel kort opfriscursus op bedacht. Die komt nu. 80 jaar oorlog in 80 seconden. Even 450 jaar terug. De Nederlanders zijn onderdeel van het Spaanse Rijk. Van de Spaanse koning, Philips II, mocht je alleen maar katholiek zijn. De Nederlanders kwamen daartegen in opstand. Dat begint met de beeldenstorm. Vlak daarna beginnen de eerste gevechten. Vanaf dat moment is het een chaos in de Nederlanden. Willem van Oranje leidt de opstandelingen. Nederlanders vechten tegen Nederlanders. Katholieken en protestanten verdrijven elkaar van huis en haard. Het is een burgeroorlog. Gruwelijk. Een protestlied doemt op. Het Wilhelmus. En dat is nu nog steeds een pophit. Dan schoppen de Nederlanders Philips II het land uit. De noordelijke gewesten gaan door als republiek. Nederland is geworden. Het noorden en het zuiden breken met elkaar. Het noorden wordt stinkend rijk. De Gouden Eeuw is begonnen. Piet Hein verovert de Zilvervloot. En over de hele wereld vallen de Nederlanders Spaanse en Portugese bezittingen aan. De oorlog wordt bijna een wereldoorlog. In 1648 sluit iedereen weer vrede. Nederland is onafhankelijk en van die vrijheid genieten we nu nog steeds. Even rustig kijken hoe het precies zat. Kom dan snel naar het Rijksmuseum. Ja, kom maar snel naar het Rijksmuseum. Dat kan. Tot 20 januari, mocht u nog niet zijn geweest. Tijdens het bedenken van de presentatie had ik gedacht, ik ga niet een presentatie van de 80-jarige oorlog geven. Ik ga het juist echt heel erg richten op macht van de tegenkracht. Thema van vanavond. Jullie hebben net Philips II gezien, helemaal aan het begin. Koning van Hispanje en eigenlijk de vorst van de Nederlanden. Die vindt dat het katholicisme de enige geloof is die er mag zijn. Hè? Dus niks anders, alleen katholicisme. Volg je die niet, dan zijn er ook vervolgingen. Oh, volgens mij ga ik nu de verkeerde kant op. Ja, het is dan 1559. Hoe ziet de Nederlanden eruit? Het ziet er zo uit. 17 gewesten, allemaal onafhankelijk van elkaar. Eigen besturen, vaak zelfs verschillende talen. Het is helemaal geen eenheid, maar dat wordt wel een eenheid gemaakt, want het wordt geschonken van vader naar zoon aan Philips II, die daar natuurlijk heel blij mee is, en het vervolgens het bestuur achterlaat aan zijn halfzus. Buitenechtelijk, hè? Mind you. Zij heeft eigenlijk vrij weinig tot geen bestuurlijke ervaring. Maar alleen het feit dat zij een bloedlijn is, geeft haar gezag. Zij krijgt dan ook het bestuur, het gezag over de Nederlanden. Maar in de Nederlanden is niet iedereen daar blij mee. En de vraag is, wie is daar eigenlijk niet blij mee? Adel is daar helemaal niet blij mee. Want wat gebeurt er? Men dreigt privileges te verliezen. Wetgeving, rechtspraak, belastingen, die worden ineens ontnomen. En die worden allemaal via Spanje, in dit geval Brussel, geregeld. Dat gaat niet gebeuren. En het feit dat op een gegeven moment ook nog wordt gezegd dat er maar één geloof is en dat alle nieuwe vormen van religie de kop in worden gedrukt, dat komt eigenlijk helemaal niet goed aan. En wie aan het kerk komt, komt aan het gezag. Dit is een smeekschrift. Op een gegeven moment vervolgt de koning iedereen die alsmaar een ander geloof krijgt of beleeft. En de edelen die komen daarop in opstand. Niet de hoge edelen, maar de lage edelen. 300 man tekent een smeekschrift der edelen om eigenlijk aan Margarethe van Parma te vragen voor versoepeling van de vervolging. Men wil niet meer dat, wat men eigenlijk de inquisitie noemt, dat er vervolgingen komen op het moment dat je een ander geloof beleidt. En Margarethe, die stemt deels in, want die heeft die edelen nodig om eigenlijk het land te kunnen besturen.
Op het moment dat die smeekschrift wordt ingeleverd, ontstaat er eigenlijk iets heel geks. De Franse adviseur van Margaretha die zegt, maakt u zich geen zorgen, dit zijn slechts bedelaren, geuzen. Dat naam neemt men over als een soort, wat eigenlijk als een vernedering is bedoeld, neemt men eigenlijk over als een erfnaam. En dan zie je hier eigenlijk twee hele interessante penningen. En die worden dan ook geuzenpenningen genoemd. Die worden ook daarna gemaakt. En dan zie je dus aan de ene kant Philips de Tweede. En aan de andere kant twee ineengeslagen handen over een bedel. En ik ga hem even oplezen. In het Frans staat het eigenlijk. Maar aan deze kant is alles de koning trouw. En aan de andere kant tot aan de bedelzak. Dat betekent dat ze niet in opstand komen tegen het regime, tegen de koning, tegen het establishment, maar eigenlijk aangeven het beleid die u heeft, daar zijn we niet mee akkoord. En er is dan natuurlijk wel één iemand die het meeste te verliezen heeft en eigenlijk ook al die lage edelen als hoogadel zijnde persoon eigenlijk advies geeft van jongens, ga maar een brief schrijven. Dat is onze Willem van Oranje. Die had natuurlijk meeste land in de Nederlanden. En die wil eigenlijk vooral dat die vrijheid, dat gewetensrust, het recht om je eigen geloof te mogen hebben, daar staat hij eigenlijk ook voor. En op het moment dat ze de smeekschrift inleveren, zegt Margaretha op een gegeven moment, oké, die vervolgingen, die gaan we verzachten. Ik heb jullie inderdaad nodig. En in het gewest van Willem van Oranje wordt er toegestaan dat protestanten eigenlijk ook erediensten gaan houden. Dat mocht niet in een kerk, dat hadden ze niet, maar het mocht in buitenlucht. En dat wordt toegestaan en mensen komen bij elkaar. En het is alsmaar meer wordt die groep groter, mensen komen meer bij elkaar en mensen worden ook tegelijkertijd opgejuwd. Van ja, dat kan niet. Hoe kan dit? Hoe kan het zo zijn dat wij eigenlijk onderdrukt worden? Hoe kan het zo zijn dat wij geen enkel ander geloof zouden mogen beleiden? En het gaat in 1566 volledig mis. Wilde storm. De protestanten radicaliseren, lopen de kerken in en kloosters en vernielen alle heilige beelden. Omdat in het protestantisme, heel even kort, centraal staat het woord van God en niet zozeer verbeelding daarvan. Op het moment dat Philips II dit hoort, is hij natuurlijk not amused. Dat kon echt niet gebeuren. En die anarchisten, die terroristen, die moesten de kop worden ingedrukt. Meteen. En het gebeurt omdat hij Alva stuurt. Alva is eigenlijk een militaire man, maar een van hoogadelen uit Spanje. Regeert met de harde hand en zet eigenlijk de raad van beroerte in. Die gaat opsporen wie die mensen waren die geradicaliseerd werden en die kerken ingingen en alles kapot hadden geslagen. En dan gebeurt er iets heel interessants. Alva, die komt recht tegenover Willem van Oranje te staan. Dit is eigenlijk een prent, maar hedendaags een PR-stunt. Een mooie media. Is heel mediageniek eigenlijk. Ik zal even uitleggen. Je ziet Fama, dat is fame. En die blaast eigenlijk berichten van wat er eigenlijk in het land aan het gebeuren zijn. Die blaast die door. Aan de ene kant zie je Willem van Oranje. En die is uiteraard omringd door een aantal vrouwen, eer, rijkdom en gewetensrust. En dan heb je bij Alva, die houdt eigenlijk een vrouw in de ketting, geboeid. Dat is de Nederlanden. En die staat naast tweedracht en afgunst. Moet je bedenken, 17e eeuw, geen internet, geen social media. Dit waren prenten die dan vervolgens uitgedeeld werden aan de bevolking om zo snel mogelijk de boodschap door te geven van aan welke kant zou je nou eigenlijk moeten staan. Armoe, bedelaars.
rijkdom, bedelzakken. Hè? Dat is eigenlijk wat hij aangeeft van dit is wat er met uw land gebeurt. En dan maken we een hele snelle sprong. 50 jaar later ontwikkelt eigenlijk deze radicalisten, die terroristen als het ware, die ontwikkelen zich telkens iets meer. Ze nemen ook het noorden van de Nederlanden over. En krijgen daarin veel meer een identiteit en een vorm. En het zuiden, die krijgt ook een identiteit. Dat wordt veel meer katholiek. Dit is de sielenvisserij. En als je heel goed kijkt, zie je dat er aan de ene kant de zon veel feller schijnt dan aan de andere kant. Welke kant is dat? Ja, dit is het protestantse kant. Noorden van de Nederlanden, waarin er naar zielen worden gevist. Zo zie je dat de protestanten met het woord van God zielen aan het vissen zijn. En dat de katholieken aan die kant door, donker en grijzig met beelden aan het vissen zijn. Twee geloof, dezelfde manier, er wordt gewoon naar zielen gevist, maar het concept daarvan verandert. Woorden, beelden. En waar uiteindelijk de rebellen eerst als de onderdook, zou je kunnen zeggen, zijn begonnen, groeit dat langzamer uit tot een staat die we de dag vandaag Nederland noemen. En ontstaat er een grens tussen onderin België en Nederland. Dus als we het hebben over de macht van de tegenkracht, dan zou je kunnen bedenken dat in die 80 jaar oorlog het de tegenkracht is die vervolgens de macht overneemt. Ja, we gaan er nog even over verder praten, want ik kan me voorstellen dat het zo dat slag bij Nieuwpoort 1600 is misschien voor sommigen van u heel aanwezig, voor anderen misschien weer wat langer geleden. En het is een complexe tijd, het is een ongelooflijk lang en complex verhaal. Dat is ook wel de reden, geloof ik, waarom er heel lang niet zo aan begonnen is om dat te vertellen of om het anders te vertellen. En de tentoonstelling in het Rijksmuseum en de serie zijn een poging om dat toch wel te doen. En ook om wat beelden en de beeldvorming die er is over de 80-jarige oorlog en de opstand die daar onderdeel, die daar als concept een groot belangrijk deel van uitmaakt, om dat opnieuw te bezien. Even jouw verhaal. We hebben namelijk, dat zeg ik er nog eventjes bij, sommige mensen van u waren daar misschien, anderen niet. We zijn deze reeks, waarin we nadenken over die erfenis van de 80-jarige oorlog, zijn we begonnen in het Rijksmuseum tijdens de Nacht van de Geschiedenis, waar we spraken met drie historici over de beeldvorming in de drie betrokken regio's, Nederland, België, Spanje. Want ons beeld is natuurlijk zeer gekleurd en ook gestuurd. Dat zagen we hier ook, in hoe we erover denken. Macht van de tegenkracht. Jij eindigde met de vaststelling. Ja, eigenlijk kun je zeggen, het zijn die edelen die in opstand komen, die met dat schrift toch een beetje voorzichtig naar de koning gaan. En uiteindelijk zijn zij degene die vooral erop uit zijn om hun macht die ze verkregen hebben te behouden en te vestigen. Ja. Dus jij zegt, daar eindigde je macht van de tegenkracht. Uiteindelijk is het de tegenkracht die zich met spierballen vestigt en ook de methodes overneemt waar ze zich eerst tegen verzet heeft. Ja. We zagen hier de zielenvisserij, de pogingen om toch vooral het woord te verspreiden en ook vooral de mensen die niet hetzelfde woord aanhingen te verdelgen. Want zo kunnen we het wel stellen, denk ik. Dat gebeurde ook aan de protestantse kant. Nou was ik benieuwd, jij bent socioloog van huis uit. Maar kan jij zeggen, want je werkt in een team van historici, wat was nou de belangrijkste correctie die jullie met jullie tentoonstelling hebben willen aanbrengen? Want ik kan me voorstellen dat er wat beelden zijn die je als historicus en als socioloog wil herzien. Ja, nou ja, ik zou niet per definitie spreken over correctie. Maar wij wilden juist een veel meer genuanceerd beeld tonen. Ja. Als je naar die 17e eeuw kijkt, dan zijn het vaak triomfbeelden. Het zijn heldendaden, het zijn vieringsmomenten.
Maar als je die alleen uit de Nederlanden toont, dan zie je eigenlijk niet hoe het bij de ander is geweest. Dus wij hebben juist heel erg gebruik gemaakt van verschillende invalshoeken. In dit geval bruiklenen uit Spanje, België en Nederland en natuurlijk ook uit andere landen. Maar als je juist die overwinningsmomenten toont en die tegenover elkaar plaatst, dan toon je tegelijkertijd ook hun verlies. Dan moet je misschien even uitleggen voor de mensen die de tentoonstelling nog niet gezien hebben, zeg ik er maar even bij. Als jij iets wint, dan verliest de ander automatisch. Het is relatief. Als jij om vrijheid strijdt, dan ontneem je op dat moment ook de vrijheid van de ander. Ja. En nou is het natuurlijk de vraag in hoeverre je dat kunt laten zien. Dat bijvoorbeeld nemen we maar even het Belgische perspectief. Mm-hmm. De verliezers, zou je kunnen zeggen, de overwonnenen, of ja, hoe je het maar zeggen wil. De Spanjaarden, nogmaals, die parkeren we denk ik eventjes, omdat we hier vooral over het Nederlands en Belgische zelfonderzoek spreken. Kan je iets zeggen over de betekenis van deze opstand, hoe die in België wordt gezien, of hoe die wordt uitgelegd? Ja, dat vind ik eigenlijk een hele bijzondere vraag. Omdat ik het gevoel heb dat België altijd of genegeerd wordt, of over België heen wordt gesproken. Dus ik denk dat ik die vraag eerder parkeer en het liever aan iemand die uit België komt zelf wordt. Gelukkig hebben we die aanwezig. Dus dat komt goed uit. Je komt goed weg, want we hebben straks een Belg. Dus dat is goed nieuws. Maar ik denk wel dat het interessant is, want dat weet ik wel, dat je daar wat over weet en wat over kunt vertellen. Dat bijvoorbeeld er natuurlijk lang het beeld is geweest, en daar refereer je net ook een beetje aan, dat Nederland zich die geschiedenis een beetje heeft toegeëigend. En waar bijvoorbeeld veel over te doen geweest is het plakkaat van Verlatingen. Dat zit ook niet in de tentoonstelling. Zijn er mensen die hier meteen denken, plakkaat van verlating, behalve Gijs van Ham, want die mag niet meedoen, die is de conservator van het Rijksmuseum. Interessant. Ja, toch plakkaat van verlatingen, zo'n paar voorzichtige, ja, daar meneer, ik zou bijna zeggen, legt u het uit. Zal ik het maar doen? Het is best ingewikkeld namelijk. Waarom ik het even aanhaal, is namelijk wel grappig, dat weet u dus niet, maar dat is het pronkstuk van Nederland. Althans, zo is het verkozen in een tentoonstelling in januari 2018. Overigens boven de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek en de Nachtwacht van Rembrandt. En het gaat om een document uit 1581, waarbij de Lage Landen, de 17 provincies, je noemde ze al eventjes, het vertrouwen opzeggen in hun Spaans-Habsburgse koning Philips II. Want ze zeggen, ja, als de vorst zich niet aan zijn afspraken houdt, dan vervalt zijn erkenning als landsheer. Maar het interessante is, dat is dus als een soort pronkstuk verkozen, Nederlands trots, natievorming. Maar het ging daar helemaal niet om de nationale soevereiniteit in de huidige betekenis, nuanceerde een Vlaamse historicus bij het debat in het Rijksmuseum, en die kan het weten. Namelijk, de Nederlanders gingen in dat plakkaat bijvoorbeeld op zoek naar een andere machtige en goedertieren prins om de landen te helpen, te beschermen en voor te staan. Oftewel, ze gingen gewoon om een andere vorst vragen. Zo vertel ik het goed, hè Gijs? Ja. Dus zo zie je dus dat Nederland allerlei documenten, allerlei incidenten uit die strijd zich eigenlijk toe-eigen, zeggen de Vlamingen wel eens. En we gaan straks peilen bij de Vlamingen aanwezig, hoe die daarnaar kijkt. En dat is natuurlijk een poging, denk ik, om ook het brugje te slaan naar het gesprek dat we straks gaan voeren. Namelijk, hoe kijken wij naar opstand? Hoe zien we dat, het verzet, in Nederland, maar ook in België? En jij hebt mij het plezier gedaan door in jouw presentatie ook vast een beetje na te denken over de gasten die na de pauze hierover gaan spreken. Kan je daar een paar voorzetjes voor geven? Ja, nou, dat zijn vragen als wie mag in opstand komen. Ik heb het gevoel dat we allemaal een soort romantisch beeld hebben, dat de bevolking dan ineens opstaat en zegt dit nu stoppen en dit nooit meer. Maar als we het ineens op de 80 jaar oorlog plaatsen, dat is alleen maar mensen die iets te verliezen hebben, die in opstand komen. Want die zijn natuurlijk bang om iets te verliezen. Dus... Ja. Ga ik nog even terug naar die edelen, want dan zeg je, het zijn de lage edelen die in opstand komen. En de echte mensen die het voor het zeggen hebben, die doen dat niet. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nee, want die hebben nog meer te verliezen. Ja, dus Willem van Oranje, die stookt het vuurtje een beetje op. Ja, en die zegt, jullie moeten dit doen. En die geeft ook advies. En die staat gewoon bij, van nou, als je het nou zo doet, dan lijkt me dat een goed idee. Maar zelf gaat hij niet...
gaat die er niet voor. Nee, dus oké, okay, dat zou je kunnen zeggen als het gaat over opstand. Wie zijn dat dan eigenlijk? Andere vraag is natuurlijk, wat zijn de methodes die gebruikt worden om in opstand te komen? Het ging er vrij gruwelijk aan toe. Jij liet het woord terroristen vallen, viel mij op. Ja, nou, het is ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de Raad van Beroerte die wordt ingezet. Hè? Ik vind het best wel interessant als je die dan weer bijvoorbeeld met de AIVD zou vergelijken. Het is een mechanisme die dan de staat inzet om eigenlijk opstandelingen of een opstand de kop in te drukken. 12.000 man, hè, bij de Raad van Beroerte. 12.000 man is vervolgens berecht en hun bezittingen zijn ontnomen. Het is niet niks. Het is ook om een boodschap en een signaal aan de rest te geven. Even voor de helderheid, want het is nogal een vergelijking die je maakt. Gelukkig is er ook iemand, ja, toevallig, klopt, een hoogleraar die verstand heeft van de geheime dienst. Die gaan we die vergelijking straks zeker voorleggen. Maar wat ik je eigenlijk hoort doen, of je zegt, zo zou je het misschien kunnen zien, dat die Raad van Beroerte is een soort rechtssysteem wat opgetuigd werd buiten het bestaande rechtssysteem. Hè? Ja. Dat is een beetje waar, ja, wat jou betreft misschien een parallel zit. Als, ja, ik je goed, zo begrijp ik je. Ja, ja, ja. Oké, okay, ik vind het een forse stelling. We, ja, gaan hem onderzoeken straks. Iets anders, dat begrip terroristen, dat is natuurlijk iets wat in de serie ook wel gebruikt wordt. Hè. De opstandelingen worden een soort moderne sticker opgeplakt. Hè, ze maakten ook beelden kapot, et cetera. Jij voelt je kennelijk als socioloog wel vrij om dat te doen. Ik kan me voorstellen dat historici daar bijvoorbeeld wat meer scrupules bij hebben. Ja, je moet ook bedenken dat dit ook eigenlijk de eerste avond in alle reeksen dat ik zo'n stap durf te maken. Ik ben natuurlijk socioloog van huis uit en vind het natuurlijk heerlijk om alleen maar die vergelijkingen te maken. En eigenlijk alsmaar naar die geschiedenis te grijpen om het heden veel beter te begrijpen. En ik zit op een afdeling waar dat echt not done is. Dat is echt, dat doen we niet. Dit is de geschiedenis. Het zijn appels en peren. Kan je niet met elkaar vergelijken. Maar daar hebben we vanavond voor. Dus ik dacht, ik geef je geen ongelijk. Ik ben wel benieuwd hoe die discussies daar gaan op jullie afdeling. Misschien haal ik er nog maar even één zo'n parallel uit. Je ziet natuurlijk hier eigenlijk gebeuren in jouw verhaal dat de activisten, zou je kunnen zeggen, onderdeel worden van het establishment. Of de mensen, ja, die zich verzetten zijn uiteindelijk, ja, de mensen die toch ook met name zich inspannen om dat protestantse geloof er doorheen te blijven krijgen. Ja, en hoe? Ik bedoel, vervolgens, er komt de Statenbijbel en de staat gaat ook beslissen en benoemen wie dominee wordt. Ik bedoel, dat wordt precies wat ze in het begin, het gewetensrust, die afstand tussen kerk en staat, precies dat wordt vervolgens ook toegepast. En de vraag is ook altijd, de vraag stel ik mij dan, waar zijn activisten dan eigenlijk naar op zoek? Is dat macht? Nu heb je het over moderne activisten. Ja, ja, maar destijds, want we kunnen nu enigszins terugkijken, ja, het ging om macht. Het behouden van die macht en vervolgens het nog groter maken. Ja, nou hebben we ook hier het geluk dat er straks iemand is die lang activist was, maar zich inmiddels toch een beetje voor het establishment, zou je kunnen zeggen, laat inzetten. Dat gaan we straks na de pauze aan hem vragen of hij dat ook zo ziet. Voor jou, Stephanie, ben ik gewoon benieuwd. Wat is voor jou de belangrijkste boodschap die je meeneemt nu je zo lang hebt gewerkt aan deze tentoonstelling en ook dit verhaal blijft vertellen? In hoeverre kijk jij anders naar het nu, naar deze wereld, maar vooral ook naar verzet, naar opstand? Ja, ik denk dat het me niet zozeer geholpen heeft omdat ik alsmaar alles ineens tegenover elkaar ben gaan plaatsen. Dus als ik in opstand kom, dan ontneem ik eigenlijk ook daarmee automatisch dat van de ander. En wil ik dat nou wel? En hoe neemt dat vorm? En ik ben me er ook veel meer van bewust dat als ik dat wil doen, dat ik eigenlijk ook soort beetje macht wil nemen. Het heeft me in mijn eigen activisme niet zozeer geholpen, denk ik. Ik zie meer parallellen met nu en denk, oei, het kan heel snel
misgaan. Want je moet bedenken dat in die 80 jaar oorlog, op de, en die penning van, wij zijn de koning altijd trouw. Het was nooit de bedoeling om afstand te nemen van de koning. Maar dat gebeurde. Het gebeurde en het is een samenloop van omstandigheden. En uiteindelijk is het resultaat Nederland en daarbij België. Ja, is dat misgegaan? Kun je je afvragen, wat bedoel je met het kan snel misgaan? Er is ongelooflijk veel geweld aan te pas gekomen. Veel, niet een klein beetje. Het heeft ook 80 jaar lang geduurd. Dus het is even om aan te geven hoe lang mensen gewoon hun macht niet zouden willen opgeven. Of hoe langzaam verandering eigenlijk toe zou kunnen treden. En wat je enigszins in dit geval, als we het over de 80 jaar oorlog hebben, zou moeten toepassen om dat te bewerkstelligen. Ja, dus je zegt eigenlijk je romantische idee van opstand, verzet, dat is vooral eigenlijk altijd voor de goede zaak, is met het werken aan deze tentoonstelling toch enigszins gesneuveld. Helaas. Nou, goed. Ja, dames en heren, met die gedachten sturen we u zo de pauze in, vrees ik. Niet voordat we even gaan kijken naar een filmpje, wat een beetje een teaser, ik kom even niet op het betere Nederlandse woord, een opwarmer is voor het gesprek dat we zo dadelijk na de pauze gaan voeren. Wat heel erg gaat ook over die vraag, hoeveel ruimte staan wij elkaar eigenlijk als samenleving, of staan we elkaar toe en ook als samenleving, voor verzet, om in opstand te komen? Welke vormen kiezen we daarvoor? Burgerlijke ongehoorzaamheid, mag dat nog, kan dat nog? Natuurlijk ook het verzet tegen de autoriteiten, daar zullen we met name nadrukkelijk ook over spreken. Op straat is een aantal mensen gevraagd, zowel in Nederland als in België, hoe ze over dat soort vragen denken. Zie het vooral als een aansporing om je eigen gedachten daar over te ordenen, dan stel ik voor dat we heel kort even een pauze houden. Iedereen een drankje haalt bij de bar en daarna gaan we met het panel hier in gesprek. Niet nadat we hebben gekeken naar deze Foxpop en niet nadat we Stephanie Archangel hebben bedankt voor haar bijdrage. Dankjewel. De 80-jarige oorlog is alweer 450 jaar geleden. We kwamen in opstand tegen Spanje en kregen er land voor terug. Kritisch zijn op de status quo zien we als belangrijk onderdeel van een gezonde democratie. Maar hoeveel ruimte is er voor tegengeluid tegenwoordig? Wat is anno 2018 een geslaagde opstand? Als ik zeg 80-jarige oorlog, wat zegt u dan? Willem van Oranje. De 17e eeuw en de 16e eeuw. Geen idee. Dat die 80 jaar geduurd heeft. De eerste slag zou eigenlijk de slag bij Antwerpen geweest zijn. Die was 2 jaar eerder. Dus eigenlijk zou het de 82-jarige oorlog moeten zijn. Van 1568 tot 1648. Nederland is ontstaan in die tijd. Spanje die boven ons was en in ons regeerde. Het doet mij niks. Leed. Ik heb er geen gevoel bij. Want in de 80-jarige oorlog kwam Nederland in opstand. Wanneer kwam u voor het laatst in opstand? Een maandje geleden bij ons op kantoor. Nu met de hele Zwarte Piet gebeuren. Op dit moment hebben wij in het OSCAM de tentoonstelling Verzet in de mode. Resist, take a stand in fashion. Ik heb eigenlijk een pyjama colbertje aan. Wij hebben meegedaan aan de krakersrellen. Tegen de kruisraket in de jaren 80. Het waren twee grote demonstraties. Ik heb als kleinkind tegen Irak geprotesteerd toen, tegen de oorlog. Dat gaf wel een heel erg saamhorigheidsgevoel van wij met z'n allen. Toen al de studentenprotesten van de UvA waren. Ze willen bij ons in de buurt bomen gaan kappen. In de hele buurt hangen nu die posters. Hoe komt u in opstand? Door bijvoorbeeld nooit te stemmen. Nou ja, door met z'n allen het werk neer te leggen. Door bijvoorbeeld filmpjes op te nemen. Online. Sowieso is dat een goede manier om verzet te kunnen tonen. Ik post wel eens wat over mijn eigen mening, bijvoorbeeld of ik deel een filmpje. De wereld wordt gedomineerd door mannen. Je ziet het nu met dat Me Too. Dat eindelijk de vrouwen durven te reageren. Racisme binnen de LGBT community. De islamitische gemeenschap, die hebben we over de hele wereld. En dat wordt negatief weerspiegeld op social media. Dan ben ik iemand die daar wat van zegt. Ik heb nu een kleinzoon van 13 jaar. En hij was, ik dacht, een jaar of 8. En hij zegt, nee juf, ik maak een kleurpiet. En op een gegeven moment zegt ze tegen hem, nee, ik wil dat je een zwarte piet maakt. En ze scheurt het gewoon in de jongens erbij zijn. Ik was trots op hem, ik heb zoiets, nou, ga je maar die strijd aan met de juf. En ik ben ook een persoon van statements maken. Ik laat ook heel veel producten uit Suriname komen. Om ook daar de mensen te laten genieten van mijn geld. En ja, ik probeer zo min mogelijk mijn geld uit te geven. Oh, wow. Is er anno 2018 ruimte voor verzet in Nederland? Ja, tuurlijk. Altijd. Dat er steeds minder en minder ruimte komt. Ik vind dat het ook een beetje uit onze cultuur verdwenen is. Dan is het meestal via social media.
maar voor de rest ook niet. De Zwarte Pieten discussie waarin mensen die tegen Zwarte Piet zijn geblokkeerd worden. Kraak is verboden bijvoorbeeld, dat soort dingen nog meer. Ja. En de meningsuiting wordt steeds meer beknot. Ik heb het gevoel dat Nederland heel erg niet bewust is. Iedereen slaapt een beetje. Ik teken wel petities online, maar dat is niet hetzelfde. En vindt u dat je de wet mag overtreden om in opstand te komen? Als jij niet te eten hebt, vind ik dat je een brood mag stelen. Niet zomaar de wet overtreden, ik denk dat het gesprek beter werkt. Ik geloof sowieso altijd in dialoog. Ik vind het wel belangrijk dat die vormen van rebellie nog altijd kunnen bestaan. Een beetje als de Fransen gaan doen en de straten gaan bombarderen en zo. En dat is wel een verzet dat ik wat een beetje mis hier in Nederland. Dat er mag iets agressiever verzet worden getoond. In de 80-jarige oorlog, daar was het niet anders. Dan moest je wel geweld plegen om in verzet te komen, maar dat waren ook extreme omstandigheden. Op dit moment hebben wij geen extreme omstandigheden waarin je met geweld in verzet moet komen. Ja, u ziet het. Zo'n 80-jarige oorlog kan allerlei kanten op, wil ik maar zeggen. U hoeft in ieder geval niet in verzet te komen tegen de prijs van de drankjes, want die zijn gratis. Die kunt u nu eventjes halen. Kom dan met een minuut of 5 zo'n beetje weer terug. 10 gaan we door. En dan met ons panel. Dank nogmaals, Stephanie Archangel. Tot zo. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will.
Father, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I could last for long. It's been a
Help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there've been times that I thought I could last for long. Telling me don't hang around. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord,
is goed als jij... tussen, of is het logischer? Ja, dit is toch logischer als ik hier zit, geloof ik. Ja. Dames en heren, daar zijn we weer. U ziet er nog steeds uit als een eigenlijk niet heel opstandig publiek. Dus we hopen wel dat u straks ook in de vragenronde zich wat mengt. Mijn voorstel zou zijn, omdat het nogal een eclectisch thema is, waar de verschillende gasten, panelgasten ook heel verschillende perspectieven op geven, dat we eerst het even een beetje neerzetten, dat ik met hen in gesprek ga en dat we daarna ook vooral jullie de mogelijkheid geven om je vragen te stellen. Maar doe dat dus even op een soort punt dat we allemaal, dat zal ik wel aangeven, dat punt, dat we allemaal zo'n beetje weten hoe ze erin zitten, om het modern te zeggen. En wie zijn het? Ja, Paul Apels, uiterst rechts voor mij, uiterst links voor u. Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, en dan ga ik het even oplezen, want het is allemaal Engels. Governance of Intelligence and Security Services, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs. Dan denk je, waar is dat? Gewoon aan de Universiteit Leiden. Ja, ik heb het niet verzonnen. Het is overigens interessant, want het is een leerstoel die wordt gefinancierd, ook mede gefinancierd door de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Daar gaan we straks over spreken. Ivana Ivkovic, rechtsfilosoof. Over jouw biografie ga ik zo nog wat vertellen. En Manu Kleijs, Vlaming, Belg, hier. Wat we met jullie willen bespreken is eigenlijk die grote vraag, in hoeverre staan we onszelf nou ruimte toe in onze huidige moderne tijd om in opstand te komen, in verzet, verzet te plegen, op welke manier dan ook. En wat zijn nou geslaagde vormen daarvan? Ik wil toch, voordat we daar komen in de moderne tijd, even terug naar het verleden, zoals we dat net op het podium hebben besproken met Stephanie Archangel. Dat beeld van die opstand en wat zijn de effecten geweest op de 80-jarige oorlog over hoe we opstand nu zien. Nou, het is natuurlijk om te beginnen goed om vast te stellen dat tussen Nederland en België dat nogal verschillend ligt. Maar nu begin ik even bij jou, omdat jij naast me zit. Je bent activist, dat is jouw voornaamste identiteit. Lange staat van dienst als zodanig. Met name met de burgerbeweging Straten-Generaal in Antwerpen. Dat is geen verspreking, dat is nadrukkelijk iets anders. De Straten-Generaal. En je publiceerde bovendien recent het boek Red de Democratie, wat ik hier had om omhoog te houden, want dat helpt, weten we inmiddels. Maar het is nu weg, maar dat ga ik dan straks doen. En daarin betoog jij ook dat het onmisbaar is, activisme en opstand binnen een vitale democratie. Eerst maar eventjes naar dat Belgische beeld van opstand. Kun je nou zeggen dat in België, daar heerst denk ik een zekere dubbelzinnigheid over die oorlog. Omdat aan de ene kant, dat is althans wat ik begrepen heb in ons openingsgesprek in het Rijksmuseum met de Vlaamse historicus. Er is natuurlijk een soort ingewikkeldheid, omdat België aan de ene kant het katholicisme heeft overgenomen. Dat ook dankt wellicht aan de 80-jarige oorlog, maar tegelijkertijd toch ook heel veel frustratie is, omdat ze in de steek gelaten zijn. Er was heel veel, Antwerpen was een calvinistisch bolwerk en daar ging Willem van Oranje. In hoeverre werkt die dubbelzinnige erfenis door in België? Kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk dat die heel hard en heel diep doorwerkt tot eigenlijk vandaag. En het begint al bij de manier waarop we naar die 80-jarige oorlog kijken. Er werd daar door iemand gezegd van ja, eigenlijk is het een 81-jarige of een 82-jarige oorlog geweest. In onze beleving begint die 80-jarige oorlog 1 jaar eerder dan in Nederland. Dus die begint bij ons bij de slag om Oosterweel, dat is een klein dorpje buiten Antwerpen, waar de Geuzen, ook al vermeld, in opstand kwamen en die zagen zich geconfronteerd met het Spaanse leger. En die voelden zich voor het eerst, en dat is een aantal keer gebeurd dan, verraden of in de steek gelaten door degenen die later ook zijn opgevoerd als de rebellen, de tegenkrachten, de activisten. Heel concreet, Willem van Oranje was burggraaf van Antwerpen op dat moment. En hij heeft niet toegelaten dat de Calvinisten die in de stad Antwerpen klaar stonden om de Geuzen in het dorpje Oosterweel te hulp te komen, heeft hij niet de stad laten verlaten. En daar zijn dan 700 Geuzen gesneuveld. En dat was eigenlijk de eerste echte opstand. En dat is een aantal keren nog gebeurd nadien. We hadden daar het plakkaat van verlatingen is daar vermeld. Ja, dat is geschreven door een Antwerpse rechtsgeleerde, Jan van Asseliers. Dus dat is een Antwerps document. Antwerpen was ook de grootste stad in de Nederlanden. 100.000 mensen wonen daar. En de volgende grote stad was Brussel en dan Mechelen. En dan eigenlijk Amsterdam, Rotterdam. Dus het was de Spanjaarden wilden heel erg dat bolwerk vasthouden. Dat was eigenlijk hun belangrijkste trofee.
En dan is in 1576, is daar dan een muiterij geweest van Spaanse soldaten. Daar zijn 7000 Antwerpenaren vermoord. Ja, dat is eigenlijk ongeveer zoveel als wat er toen in Rotterdam woonde, bij wijze van spreken. Dus er is een soort carnage geweest de hele tijd in de laagste landen, in de zuidelijke landen. Slachting, ja. Een echte slachting geweest. En dan op een bepaald moment is die scheiding gekomen in 1585. Die is ervaren dan als een soort van brain drain. Dus de helft van Antwerpen is naar het noorden getrokken, bij wijze van spreken. Haarlem, Amsterdam. Dat waren dus al die Calvinisten die dus dachten, wij zoeken ons heil nu maar in het noorden. Ja, ja, want dat werd opgelegd. Dus de Spanjaarden zeiden, je bent katholiek of je vertrekt. Ja. En dan, in die 80-jarige oorlog is die strijd natuurlijk gebleven. Maar bijvoorbeeld in de documentaire die door NRT is gemaakt, of die zevendelige documentaire, denk ik. NTR, ja. Ja, of NTR, ja. Een heel mooi iets in de eerste aflevering is in de jaren 1620, als ik het goed voor heb, dat de Amsterdamse kooplieden het dilemma hadden van, zullen wij ons geld investeren om Antwerpen te helpen, om samen te blijven? En dan hebben ze beslist eigenlijk een beetje een handelsinstinct van we zullen dat niet doen, want dan maken wij Antwerpen weer groter. Dus daar opnieuw in de steek gelaten, verraden. En uiteindelijk zijn we dan wel met lege handen achtergebleven. Het werd nog erger. Dan is de Oosterschelde afgesloten, een blokkade tot 1863. Opnieuw opdat er geen schepen naar Antwerpen zouden komen. En die gingen dan naar de Nederlandse havens. Dus er is een soort accumulatie, opeenstapeling geweest van ja, dit is helemaal niet de mythische opstand die ervan gemaakt wordt. Het is goed dat de Noord-Nederlanden ze hebben kunnen bevrijden en dat ze heel fijn dat ze vanaf 1648 dan onafhankelijk waren. Wij hebben nog, wij hebben nog 200 jaar moeten wachten om onafhankelijk te worden. En zelfs nadien bleef in België en in Vlaanderen ook het gevoel van dat wij, zelfs al waren wij onafhankelijk, dan waren wij nog bezet. Bezet bijvoorbeeld door de adel of bezet door de Franstaligen. Een meerderheid in België spreekt Nederlands, maar tot de periode dat mijn vader naar school ging, dat was in de jaren 1940-50, moest je Frans spreken op school. Er was daar ook een systeem van, als je Nederlands sprak op school, dan kreeg je ezelsoren opgezet. En er was een kliksysteem van je moest daar vanaf geraken door een ander te betrappen op het ook Nederlands spreken op de speelplaats. Maar nu, ik ga je even voordat we helemaal in een diepe put zijn over dit zelfbeeld, want dat raak ik nu zo langzamerhand een beetje. Nee, dat bedoel ik zonder grap. Ik vraag me af, wat voor land staat er op uit deze opeenstapeling eigenlijk van tergingen en in de steek gelaten worden? Ik denk dat we die vraag even parkeren. Gaan we daar straks verder op in, want dat past denk ik ook wel mooi bij het gesprek dat we gaan hebben. Maar dank je wel dat je even in vogelvlucht hebt willen schetsen hoe de Belgen ongeveer naar die zo glorieuze opstand kijken. Ik doe even een klein rondje langs de velden voordat we dieper op jullie allemaal ingaan. Naast jou, Ivana Ivković, in heel andere achtergrond weer, in 1974 geboren in Belgrado, Joegoslavië. En sinds 1993 in Nederland. En jij hebt onder andere als politiek filosoof gewerkt aan de Universiteit van Tilburg. Daar ook nog steeds gedeeltelijk met je dissertatie bezig. En aan de Universiteit van Brussel. Dus jij kent die beide landen. Je denkt heel erg na, dat is een beetje waar jij je mee bezighoudt, over hoe de actualiteit, wat er in die actualiteit gebeurt, hoe dat teruggrijpt op langere bewegingen in de tijd. Wat is jou opgevallen in het verschil in de mate van bereidheid tot verzet, tot opstand in de Nederlandse en in de Belgische context? Dat is een hele grote vraag. Doe een kort antwoord, we gaan het straks verder uitdiepen. Nou, misschien een voorbeeld. Een van de eerste dingen die ik van mijn Brusselse collega's hoorde is, nou, in de pauze kopen wij geen broodjes in deze zaak, want dat is Vlaamse Blok. Wij gaan eigenlijk naar de andere zaak. En we kregen toen een discussie daarover, over het cordon natuurlijk. En ik vond het eigenlijk heel interessant om te merken dat wat in Nederland onder activisme zou vallen, waarom kies je om je broodjes te kopen of niet, hoorde voor mijn collega's eigenlijk bij een invulling van een burgerschap. Dus het was niet iets wat je bovenop deed. Maar het was eigenlijk gewoon een keuze als weldenkende burger, nam je ook verantwoordelijkheid voor dit soort beslissingen. En dat is een heel andere opvatting eigenlijk dan een Nederlandse opvatting. Die denk ik wel te maken heeft met de verschillen hoe in België en in Nederland wordt gekeken naar het verzet. Want in Nederland is het denk ik al gauw iets wat
bovenop komt. Er is een beslissing om bovenop de dagelijkse gang van zaken iets te doen. Een daad van verzet te plegen, terwijl het soms ook wel veel meer in het verlengde van gewoon de dagelijkse gang van zaken en hoe je staat en de verantwoordelijkheid die je voelt bij je doen en laten in als burger kan vallen. Oké, gaan we straks verder op in. Dankjewel. Eventjes voor, ook als een kleine teaser, Paul Abels, even naar jou, want jij zit interessant genoeg ook in die serie, die NTR-serie, waar jij ook wel forse commentaar geeft, vind ik. Want daarbij moet ik eventjes zeggen, je hebt niet alleen verstand van de veiligheidsdiensten en hoe die ons leven al dan niet beïnvloeden, maar je bent ook vroegmodern historicus. Die pet doen we dan nu even op, doen we hem straks weer af. En voor jou is het, zei je al tegen mij, verleidelijk om wat lijnen te trekken vanuit het verleden naar het heden. In die NTR-serie vergelijk jij bijvoorbeeld de geuzen met IS, met ISIS. Ja. Dat werd eerder ook al eventjes opgeworpen door Stephanie, Archangel. Ik was benieuwd waarom, los van de inhoud, maar waarom je ervoor kiest om dat soort toch wat provocatieve uitspraken daar te doen. Wat beoog je daarmee? Ervan uitgaan dat ze provocatief waren. Ik denk dat het voortkomt uit een analyse die je doet, zowel als historicus, maar ook als inlichtingenman, als ik het dan heel kort samenvat. Ja. Geheim agent vind ik wat erg kort door de bocht genoemd. Dat is ook wat provocatief van mij. Ik wou net zeggen, ja. Wie is hier provocatief? Dan zie je, en dat zie je als historicus voortdurend, je ziet mechanismen terugkeren. Je ziet bepaalde ontwikkelingen, bepaalde oorzaakgevolgen die van alle tijden zijn. En als je ISIS, zoals ik de afgelopen jaren op de voet gevolgd heb, dan dringt onmiskenbaar ook de vergelijking op met het andere veld waar ik privé mee bezig ben, is die geschiedenis. Als ik de beginjaren van de geuzen zie, die zeg maar vanuit ons protestantse volksdeel worden vereerd als de wegbereiders van de reformatie, dan zie je toch dat ook religieuze fanatici waren. ISIS heeft net zo fanatiek beelden gestormd als de geuzen. Wat je ook ziet is je ziet de term terreur en terrorisme worden in Nederland als synoniemen gebruikt. Ik ben daar al 30 jaar tegen aan het strijden en de NOS weigert om dat onderscheid te maken. Maar Philips begon met terreur en de geuzen beantwoorden uiteindelijk met terrorisme. Terreur is het schrikbewind van een overheid jegens zijn onderdanen. Mm-hmm. Terrorisme, dat zijn onderdanen die in opstand komen. Voor een deel, sommige terroristen die we in het begin terroristen noemen, zie Mandela, die worden uiteindelijk een geaccepteerd vrijheidsstrijder. Het is ook een politiek etiket wat je dan vervolgens gebruikt of misbruikt, terrorist. Maar het geweld wat geuzen in die beginjaren van de opstand gebruikte, waarin ze rücksichtloos nonnen verkrachten, priesters vermoorden, gelovigen verjoegen, bezittingen in brand staken. Dat was een vorm van terrorisme die de hele bevolking trof ook. En die bedoeld was natuurlijk om tegenover die terreur een bres te slaan in het verzet. En Willem van Oranje, dat was mijn stelling, die heeft uiteindelijk die geuzen gebruikt om die bres te slaan. En daarna ook heel snel afgedankt, want dat was niet de route die hij wilde van die fanatieke gereformeerden. Hij heeft heel lang geloofd in de religievrede. Het samenleven van katholiek en protestant in een vreedzame omgeving. Dat is hem door die radicale gereformeerden onmogelijk gemaakt. En uiteindelijk is hij dus gedwongen om partij te kiezen. En nou viel er nog een andere grote uitspraak, denk ik wel, die we in ieder geval bij jou even moeten neerleggen. Die Raad van Beroerte, hè? Ja. Dat rechtssysteem dat door Alfa werd opgetuigd, eigenlijk buiten het bestaande rechtssysteem. Je kunt zeggen dat is dus iets, een systeem dat voor zichzelf wetten regelt, gaat veroordelingen angst aanjaagt, best wel geheimzinnig. Kun je daar inkomen, die vergelijking, dat iets te maken met de AIVD diensten? Vond ik wat erg provocatief, Stephanie. Wel is het zo dat natuurlijk in diverse systemen een geheime dienst een instrument is voor een overheid om terreur uit te oefenen. Bij Assad is de Mujahedin, de geheime dienst, is een instrument van terreur en houdt zich niet aan de
formeel geldende wetten en die martelt en die doet. Gelukkig hebben we bij de AIVD dat allemaal netjes in die WIF ingecorporeerd. Daar gaan ze we straks niet nog mogen. Over spreken, de WIF, de sleepwet, ja, ja, ja. Zoals die maar ook genoemd wordt. Maar in principe is het veiligheidsdienst natuurlijk een instrument van de overheid die erop gericht is om haarden van opstand, die het systeem als zodanig bedreigen, vroegtijdig te onderkennen en te signaleren en te helpen wegnemen. Ja. Ja. Heel goed, dit was even een rondje langs de velden, zo gezegd. We weten een beetje hoe jullie erin staan, wat jullie perspectieven zijn. En ik ga nu eventjes naar Manu en dan gaan we ook naar opstand even in dit blok. Met name als opstand van burgers tegenover de autoriteiten, tegenover een plan van de autoriteiten. Want dat is waar jij in België beroemd mee bent geworden. Dat weten wij Hollanders allemaal niet, maar in België kent iedereen jou. En dat gaat over die Straten-Generaal. Later gaan we zeker ook met jou, Ivana, nog weer spreken over andere vormen van verzet, waar het niet zozeer tegen die autoriteiten gaat, maar ook meer burgerlijke ongehoorzaamheid, ook onderling verzet. Maar nu eventjes het straffe geval waarin een overheid een plan bedenkt waar jullie, in dit geval als burgers, het absoluut niet mee eens waren. De Straten-Generaal, ik zeg er even wat inleidends over, omdat ik het zo zelf zo schitterend vond. Namelijk, dat verzet begon in 2005. Toen bedacht de stad Antwerpen de Oosterweelverbinding. Een snelwegviaduct met de schitterende naam De Lange Wapper. Ja, en het werd ook een hele lange wapper, want dat moest dus een enorm viaduct worden. En uiteindelijk tot in de lente van 2017, en nog steeds geloof ik, zijn jullie bezig geweest je te verzetten tegen dat plan, tegen de overkapping van de Antwerpse ring. Misschien is het voor de overkapping van de Antwerpse ring, pardon. Het ging om de leefbaarheid in de stad en waar moest dat verkeer dan blijven. Ik stel voor dat we eerst aan de hand van jouw voorbeelden eventjes ons een beeld vormen over die Straten-Generaal. En misschien ook waarom die zo heette. Ik moet eens kijken. Oei. Hier ging iets. Hier wel gaat. Staat niet klaar. Ja, maar als ik vooruit goed, maar ik ga er helemaal doorgaan. Ik ga er achter. Een soort razendsnelle opfriscursus van de 80-jarige oorlog. Nog een keer. Nee. Oh, je moet even kijken hoor. Ja, ik ga de hele tijd vooruit. Nee. Moest ik de achter. Ja, terugkeren. Ja, je moet de andere kant op. Ja. Het wordt nu nog eclectischer. U ziet al die beelden door elkaar. Ja, daar zag ik een overkapt snelwegtraject. Ja, dat komt goed. Oké. Die zitten omgekeerd, dus wacht, ik moet het eens even wennen. Het is Nederlands, hè? Ja. Alles is hier anders. Ja, daar was je. We zijn er. Heel goed. Vertel ons. Ja. Ik ga terug naar 1999 en voor zij die er toen al bij waren, de Battle of Seattle was zo een enorm begrip in die periode. En waar ging dat over? De Wereldhandelsorganisatie organiseerde elk jaar in steden overal ter wereld grote bijeenkomsten, bijna in versterkte burchten waar alle machtigen van de aarde samenkwamen. En daar ontstond verzet. Mensen gingen op straat. Dat was in Seattle, dat was ook in Genua, daar vielen zelfs doden ook. Dat was nog eens echt een straatprotest met van alles en nog wat anarchisten en de black box bommengooiers. Zoals we ons een opstand op straat voorstellen, dag van vandaag. En die mensen zeiden, dat waren de eerste mensen die zeiden, wij willen een ander economisch systeem, wij zijn anders globalisten. En zij vroegen vooral medezeggenschap. Zij wilden gehoord worden. En datzelfde jaar is dan Straten-Generaal in Antwerpen ontstaan. Heel stom begin. Er waren een aantal bomen gerooid op het Antwerpse Zuidkwartier. En dat was gebeurd ondanks het feit dat mensen in Antwerpen en in dat Zuidkwartier dat eigenlijk niet wilden. En die zijn 's ochtends om 5 uur gerooid en om 9 uur ging de rechtbank een uitspraak doen. En de burgers hebben toegezegd, dit kan toch echt niet. We zijn in 1999, dit is bijna middeleeuws. En dan is Straten-Generaal ontstaan, dus een woordspeling op Staten-Generaal. Het was eigenlijk mensen samenbrengen, maar dan vanuit de straat. We gaan Straten-Generaal opstarten. En ik was daar toen zelf niet bij betrokken, maar de mensen die Straten-Generaal hebben opgericht, hebben toen eigenlijk een vrij geniale opsomming gemaakt van een viertal sleutelbegrippen die we sindsdien in de praktijk hebben omgezet. En dat gaat om weerwerk bieden, dus echt dissidentie, in opstand komen en dat valoriseren. Koppelen aan denkwerk, koppelen aan netwerk en veldwerk. En heel,
Het dossier waar wij toen onze tanden echt in hebben gezet, is dat dossier 2005, die Oosterweelverbinding. Herinner u het dorpje Oosterweel van daarnet? Wel, die Oosterweelverbinding, die Oosterweelverbinding gaat helemaal, zoals wij in Vlaanderen zeggen, los door dat dorpje dat al niet meer bestaat. Maar het erge was dat ter hoogte van het Antwerpse Sportpaleis, voor wie wel eens naar het zuiden rijdt, dan passeer je aan het Sportpaleis, daar zouden 18 rijstroken komen. En dan zeiden wij, ja, dit is een heel slecht plan. Alleen de meeste mensen, de bestuurders, architecten, planologen, die zeiden, steek uw energie in iets anders, want dit is al lang beslist, dit komt er. En wij hebben toen gezegd, nee, dit is echt zo slecht, dat kan niet. En dan hebben wij weerwerk geboden. We hebben een verzoekschrift ingediend tegen die Lange Wapper. We hebben ook een volksraadpleging afgedwongen. We hebben die gewonnen. Maar waarom heette die zo? Het is toch een interessante naam? De Lange Wapper is een mythologische figuur uit de Antwerpse geschiedenis, die heel groot is, Lange Wapper. En dronkaards komen die 's nachts tegen, op straat. Dus dan komt de, als je echt helemaal dronken bent, dan dreig je Lange Wapper tegen te komen. En die gaat al honderden jaren mee. En aan het Antwerpse Steen, dat is de burcht in Antwerpen, of wat er van overblijft, staat nog het standbeeld van Lange Wapper. Oké, dus het was al een schrikbeeld. Nog voordat het viaduct zo heet. Ja, en dat is heel bizar. De overheid heeft zo'n schrikbeeld gebruikt voor haar eigen viaduct. Dus we zeiden, hoe gek kan je zijn? Dat fascineerde mij dan weer. Maar goed. Oké, excuus. En dan zeiden wij ook van, kijk, wij zijn wel tegen iets, maar wij zijn ook voor iets, uiteraard. Een denkwerk, alternatieven naar voren schuiven. Dit kan veel beter. Daar hebben we ook congressen over georganiseerd, notas over gemaakt. En met wij bedoel ik op dat moment al lang niet meer Straten-Generaal alleen. Experten zijn ons komen vervoegen, medici rond luchtkwaliteit, planologen. Dus dat werd een steeds grotere groep uiteindelijk. Dan hebben we een netwerk gevormd met enorm veel actiegroepen in het Antwerpse, groot en klein, omdat wij vroeg beseften van, wij doen dat niet alleen. Daar is een andere actiegroep ontstaan in 2008, Ademloos, en die waren vooral rond luchtkwaliteit bezig. En veldwerk, het laatste, dat is van op straat komen, je echt tonen. Dus niet zomaar vergaderen, maar sensibiliseren, infoavonden organiseren. Daar komen makkelijk 700 tot 1000 mensen op af op zo'n infoavond. Op straat komen, dan komen makkelijk 10.000 mensen daarop af. En dat creëert power voor de overheden. Die zeggen, amai, goed bezig. Dan is er een volksraadpleging geweest, die hebben wij gewonnen. Die is verworpen, die Lange Wapper. En dan hebben wij ook getoond, in de hele stad hingen dan plakaten van die Lange Wapper, die 18 rijstrook, dat is net zo breed als de hele kathedraal als je die platlegt. Dan kon de Antwerpenaar zich daar wel iets bij voorstellen. En wij kregen ook van reclamebedrijven in het Antwerps gratis alle televisieschermen en van alles en nog wat, dus wij hadden ook al de reclamewereld mee. En dus ja, als tegenkracht waren wij zeer succesvol. Wij bestonden toen 10 jaar in 2009 en die Lange Wapper is toen verworpen. Dan is in 2014 is er een derde speler bijgekomen, die heet Ringland. En Ringland propageerde vooral van, we moeten niet alleen tegen de Lange Wapper zijn, maar ook voor de overkapping van de Antwerpse ring. Dus de hele ring rond Antwerpen, we moeten daar een dak op leggen. Dat motiveerde opnieuw enorm veel Antwerpenaren en die drie actiegroepen hebben zich vervoegd bij elkaar en die heten sindsdien in het Antwerpse de burgerbewegingen. En als in Antwerpen gezegd wordt de burgerbeweging, dan zijn wij dat. Iedereen weet dat. Die namen moeten ook niet meer genoemd worden. Dus we kwamen op straat rond die overkapping van de ring. We organiseerden stappen en trappen om te overkappen. En dan kwamen we samen in een groot park. Een publieksvoorstelling, uitverkochte avonden, verschillende avonden met 1300 mensen, telkens de hele zaal vol. Dus de overheden zeiden van, wat is dit hier allemaal? We zijn ook naar de Raad van State gestrapt, dus wij schuwen absoluut de juridische stappen niet. Het is belangrijk om even te zeggen, Raad van State is in België uiteraard iets anders dan in Nederland. Het is een orgaan waar je protest kunt aantekenen als je niet eens bent met een beslissing. Als je zegt van kijk, die beslissing is fout en wij gingen dat ook winnen, de overheden wisten dat. We waren opnieuw handtekeningen aan het verzamelen voor een tweede volksraadpleging. Op 3 dagen tijd hadden we 70.000 handtekeningen, dus dat was ook binnen. En dan hebben we op 15 maart 2017, dus er slaan een heleboel dingen over, maar dat is eigenlijk om het wat bevattelijk te houden, hebben we dan een toekomstverbond gesloten met de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de drie burgerbewegingen, waarbij we hebben samen beslist, na heel wat gebakkelei, van we gaan die Lange Wapper niet bouwen, we gaan die onder de grond steken, we gaan die ook kleiner maken. We gaan bovendien een tracé door de haven maken voor doorgaand verkeer. We moeten het aantal auto's in de stad drastisch naar beneden halen, dus daar maken we een plan voor. We gaan werkgemeenschappen oprichten waar de burgerbewegingen en de ambtenaren en de experten samenwerken. Dus daar is een heel plan uitgekomen, een toekomstverbond. En het fijne is, kijk naar de datum, 15 maart 2017,
Dat is precies 450 jaar en 2 dagen na de slag bij Oosterweel. Dames en heren, alles komt bij elkaar. Het is ook de sterfdag van Julius Caesar, weet ik toevallig. Ja. Ieders van maart, maar goed. Voilà, ik denk dat dat het is. Ja, ja, dat is dus even globaal in een notendop wat jullie hebben gedaan en voor elkaar hebben gekregen. Want dat is denk ik ook, als het gaat om wat is een geslaagde opstand, dan zul jij dit framen, om maar even een begrip erin te gooien, als een geslaagde opstand. Het intrigerende is, jij hebt eigenlijk aan de hand van dit lokale voorbeeld ook een visie op de democratie ontwikkeld, waarin je zegt het is heel belangrijk om vormen van participatie tot stand te brengen. Dus bijvoorbeeld de werkbanken die jullie in Antwerpen hebben opgericht in plaats van rechtbanken. Oh, kijk, nu krijg ik dat boek om mee te zwaaien. Ja, dat is in dit boek, dames en heren. Ik ben niet Matthijs van Nieuwkerk, maar misschien helpt het toch. Red de democratie, waarom het systeem hapert en wat we eraan kunnen doen. En jij zegt dus eigenlijk dat opstand in zoverre verzet van burgers, constructief verzet, nodig is om die democratie vitaal te houden. En kun je alweer in die notendop uitleggen wat jouw belangrijkste les is geweest uit die afgelopen vele 13 jaren tot nu toe, als het gaat om hoe verzet zinvol kan zijn? Mm-hmm. Ik heb geleerd dat, althans in België, er een enorm instrumentarium is waar je als burger beroep op kan doen om in verzet te gaan. Dus we are very blessed, om het zo te zeggen, internationaal, bij wijze van spreken. Wij in de lage landen, en ik denk dat dat in Nederland ook zo is, voorzien de overheden enorm veel instrumenten voor ons om in opstand te komen. Je kunt bijvoorbeeld een verzoekschrift indienen tegen iets en daarmee werkelijk iets agenderen. Je hebt een heel juridisch arsenaal om bijvoorbeeld hier een klimaatzaak op te starten. Wij hebben in België een luchtzaak opgestart. Je kunt spreekrecht afdwingen om naar het Vlaams parlement te gaan en je zaak te bepleiten. Je kunt enorm veel zaken opstarten. We hebben ook een heel sterke pers in de Lage Landen die dingen kan oppikken, mm-hmm. Die daarmee aan de slag kan gaan. We hebben het geluk ook dat we heel veel politieke partijen hebben, niet een duaal systeem, maar heel veel politieke partijen, wat ook weer het debat voedt. En wij hebben uit Straten-Generaal, daar zitten ook heel veel juristen in Straten-Generaal, wij hebben voor onszelf bepaald, al lang geleden, van wij gaan door de procedures gaan, maar dat combineren met buiten de procedures activisme. En we moeten, op straat. Ja, dus dat betekent, met activisme bedoel ik echt dissident zijn. Dus dat komt van het Latijnse dissideren. Dat wil zeggen, je gaat opzij zitten. Je gaat zitten naast. Dat wil zeggen, je bent het niet eens met wat gebeurt en je gaat je ernaast zetten. Je komt eigenlijk in opstand. We hebben dat altijd heel actief gedaan. Dus in debat gaan, op straat komen, mensen eigenlijk boos maken. Echt een soort van woede door de stad jagen. En tegelijkertijd zijn we in de procedures ook gegaan. We hebben verzoekschriften ingediend. We zijn naar de ombudsman gestapt. We hebben een heleboel zaken gedaan. En wat ik vooral geleerd heb, dat is dat je de twee tegelijk kan doen. Dus je moet niet, om te mogen deelnemen, om deel te nemen aan burgerparticipatie, je moet daar geen prijs voor betalen. Je mag tegelijkertijd daarnaast heel hard roepen op straat, bij wijze van spreken. En ik denk dat het net is doordat wij de twee de hele tijd gedaan hebben, dat wij in de procedures ons versterkt hebben door, laten we zeggen, de macht van het getal op straat. En dit ging echt wel in Antwerpen om heel veel mensen. Bijvoorbeeld in de volksraadpleging. Ja, je moet, om in Antwerpen een volksraadpleging te organiseren, moet je minstens 10% van de handtekeningen verzamelen van minstens 10% van de stemgerechtigde Antwerpenaren. Dus dat betekent dat je als burgerbeweging minstens 75.000 handtekeningen of zo moet verzamelen. Dat is iets heel mobiliserends. Dat wil zeggen dat je weken aan een stuk in weer en wind aan de stationsuitgangen handtekeningen aan het verzamelen bent. Dus enorm veel vrijwilligers met t-shirts van de burgerbewegingen die aan de mensen zeggen, wilt u alstublieft een handtekening voor een volksraadpleging tegen de Lange Wapper? Wat is dat, de Lange Wapper? Ja, dan moet je een uitleg geven over de Lange Wapper. En dus dat rolt over de stad heen. Wij zijn ook naar de moskeeën getrokken, waar ze helemaal niet begrijpen waarover dat ging. En dan hebben we de imams samengeroepen van de provincie. We hebben aan hen uitgelegd wat het probleem is en die hebben in het Arabisch gepreekt tegen de Lange Wapper. Ja, ja. Dus dat helpt, kan ik me voorstellen. Maar wat ik zo intrigerend vind in jouw verhaal, en dat raakt een beetje aan wat Ivana net zei, is de enorme actiebereidheid op straat die er uitspreekt in een stad als Antwerpen.
Ik ben toch wel benieuwd hoe je dat... We doen hier natuurlijk een beetje aan zelfonderzoek. Ik vraag me af, en die vraag ga ik zo aan Ivana stellen. Zou dat in Amsterdam evenveel succes hebben? Wat is het wat jou betreft? Is het toch iets Belgisch, die bereidheid tot actie voeren? Even toch weer die geschiedenis erbij halend. Dat altijd onder de voet gelopen zijn. Heeft dat iets wellicht... psychologie van de koude grond, maar iets veroorzaakt waardoor jullie zo nadrukkelijk je weren als het nodig is? Waar het voorbeeld van de broodjeszaak nog maar eventjes terughalend. Ik denk niet dat we het moeten romantiseren. Dus ik denk dat in Nederland mensen best wel op straat komen en dat er hier ook wel protest is op straat. Wat wij wel een beetje in ons bloed hebben, denk ik, dat is dat je naast... Dus hier in Nederland heb je, laten we zeggen... polderen, conflicten vermijden, laten we het oplossen door veel overleg. Wij hebben dat best zelf ook wel. Wij noemen dat niet polderen, wij noemen dat, maar het gaat wel om conflictvermijding. Dus bij ons heet dat pacificatie. Dus dat wil zeggen, je gaat toch wel met de verschillende politieke partijen proberen een overeenkomst te sluiten. Je gaat toch wel proberen iets te regelen. Dus wij zitten, laten we zeggen, vanuit onze katholieke achtergrond en het zuiden en een eerder... Katholieke. En ook een Latijnse. Collectief katholiek tegenover het individualistische Calvinisme, wat gaat over de individuele zielenheil en niet voor de gemeenschap. Ja, en daar ook, zie je een groot verschil, teruggaan tot die 80 jaar. Ik denk ook dat het een stukje te maken heeft met, bij de protestanten gaat het volgens het boek, dus het woord, zoals je hebt gezegd, maar eigenlijk ook volgens het boekje. Bij wijze van spreken, van laten we dat ordentelijk regelen en laten we hier een beschaafd debat over en dan misschien een contract opstellen en dan eens aftoetsen bij. En ja, als ik met Nederlandse politici praat, die hebben vaak zelf ook het gevoel van misschien zijn wij het te veel aan het dichtpolderen. Alles is zodanig geformaliseerd en in België heb je nog meer ruimte om iets te regelen. Dat klinkt heel negatief, dat we gaan iets regelen. Maar dat is eigenlijk... Maar moet ik dat zien met achterkamertjes en een nee, beetje schuiven? Dat is het net niet. Maar het is het soort informele dat wij toevoegen aan het formele. Dus bijvoorbeeld maar in dat die... zijn dan toch die achterkamertjes of de wc's waar je dan een soort deal sluit? Niet echt. Bijvoorbeeld, wij hebben die werkbanken opgericht in Antwerpen. En in die werkbanken, daar zitten burgers, ambtenaren en experten. En die zijn de hele tijd met elkaar aan het tekenen en het rekenen en projecten aan het uitdokteren. Maar de overheid volgt dat wel. Maar dat loopt niet altijd van een leien dakje. Daar zit ook wel frustratie in. Wij hebben een hoger orgaan gecreëerd, dat heet het stappenoverleg. Daar zitten een aantal bestuurders in, daar zitten mensen van de burgerbeweging in, een aantal leidende ambtenaren. En die komen zo om de 4 à 6 weken samen om te kijken, wordt hier geen wiel afgereden? Dus zijn we nog goed bezig? Ja, ja. Dat is onze uitdrukking. Zijn we nog goed bezig? En dat is net dat moment waar je... dingen kan regelen. Dat is helemaal transparant. Dat heeft niks te maken met achterkamers. Maar dat is wel waar wij kunnen improviseren, buiten de procedures om te kijken waar moeten wij bijsturen. Hmm. En die ruimte is er nog wel bij ons. Ik ga jouw verhaal even een beetje toetsen bij Ivana Ivkovic, jouw buurvrouw, rechtsfilosofe. Met kennis van beide landen. Maar wat ik fascinerend vond, ook al in het openingsvoorbeeld dat je gaf, is dat je eigenlijk zegt, ja, ik zie toch met jouw blik, die toch ook wat verder van buiten is en daar misschien nog wat onafhankelijker in, zie ik dat poldermodel ook vooral als een enorm ongemak eigenlijk wat ontstaan is met opstand, met conflict. Het lijkt wel alsof Nederlanders zichzelf en elkaar dat niet meer zo toestaan. Ja, nou ja, kijk, ik vraag me ook wel af in hoeverre hier nou de overleg die jullie hebben opgestart een soort polderen is en in hoeverre dat... ongevraagde burgerparticipatie is. En dat is toch net een ander register, want die heeft ook wel iets dwingends op een bepaalde manier. Hè. Terwijl overleg heeft wel net een ander uitgangspunt, namelijk een andere bereidwilligheid van andere partijen om daaraan deel te nemen. Plus, wat ik ook heel fascinerend vond, is dat je zegt, nou ja, de kracht van dit was dat er naast overleg ook nog de straat bleef als pressiemiddel eigenlijk. En dat is misschien iets wat ook minder goed past in het Nederlandse register. Want ik denk dat de Nederlandse trant is eerder of-of. Op het moment dat we aan tafel gaan zitten, dan is het bijna vals spelen als je daarbuiten ook nog op straat pressie gaat uitoefenen.
En dat heeft denk ik wel te maken met inderdaad dat er in Nederland, ja, de strategie om te gaan met oneenigheid, de sociale strategie, is heel vaak om de kaders net wat ruimer te maken. Er zijn weinig landen, denk ik, in Nederland waar in allerlei werksituaties of overleggen legitiem is om bijna aan het einde altijd eigenlijk te zeggen, nou weet je wat, ik ben er hier eigenlijk niet mee eens. Dat is de ruimte die in Nederland vrij groot is. Daarentegen om daarbuiten iets te doen op het moment dat wij aan tafel tot een soort akkoord zijn overeengekomen, is wel relatief kleiner vaak. Ook omdat het, ik denk Nederland, als we toch wel generaliseren, dat eerder ziet als spelbrekerij, te ver gaan, grensoverschrijdend. Je kan het toch wel bij mij aankloppen en je hoeft dat niet zo te doen. Hè? Dus dat overlegcultuur, die denk ik nog veel breder is dan alleen maar poldermodel, maar ook echt een op allerlei niveaus, in allerlei gremia eigenlijk, als een manier van met elkaar omgaan. En een waardestelsel die daarbij hoort van openheid, dingen op tafel leggen, verschillen uitpraten. Ook heel veel positiefs aan hoor. Ik bedoel, ik wil het niet zwart-wit schetsen. Heeft wel een keerzijde. En een keerzijde is dat, nou ja, heel veel verzetstrategieën, die passen daar niet in. Een van de problemen, om het zo te benoemen, is dat het model, het Nederlandse model, gaat vanuit van gelijkheid uit. In situaties waar je niet in dat kadertje past, om bepaalde machtsstructuren, die je niet op die manier in het gesprek aan kaart, in kaart kan brengen en bespreekbaar kan maken altijd, ben je eigenlijk in feite benadeeld. Alleen kan je dat niet echt goed uiten. Kun je daar een voorbeeld van geven, dat ik je goed begrijp? Als in Nederland nu eenmaal een soort akkoord is bereikt, als je dan alsnog zegt, maar ja, maar luister, ik kan me eigenlijk gewoon niet mee leven, dan is het, bestaat er wel altijd een grote sociale dwang om te zeggen van oké, maar nu we nu eenmaal zo ver zijn in het proces, is het een gepasseerd station. En je ziet het ook wel dat er, denk ik, nou ja, het is wel wat breder dan Nederland, maar het idee van dat je de grens overschrijdt, dat je wetten soms breekt, dat je soms ook geweld gebruikt, dat is veel minder geaccepteerd in de maatschappij. Geweld is denk ik... Je bedoelt ten opzichte van de geschiedenis? Ten opzichte van de geschiedenis, want we hebben wel een lange reeks van de burgerrechtenbewegingen en opstanden, die wel allemaal meer gewelddadig waren. Kijk nou hoe het nu terug wordt gekeken naar Mandela. Hè? Alsof nooit enig geweld daar aan te pas kwam. Of de Black Panthers. Kijk ook naar veel mindere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Een bekend voorbeeld is een activiste die van de zomer in Zweden uitzetting van een vluchteling tegenhield. Ja. Door in een vliegtuig weigerde haar plaats in te nemen. Dus ze bleef staan. Ging dat filmen. Ging eigenlijk aan de mensen in het vliegtuig uitleggen van er is hier een Afghaan, hij wordt nu uitgezet, waarschijnlijk, hij loopt dan gevaar. Ik ben daar niet mee eens. En ik ga niet zitten. En er wordt heel verschillend gereageerd op haar. Maar wat ik heel typisch vind, is dat er op een gegeven moment ook veel mensen zich beroepen op dat, ja, oké, ik snap wel dat je niet eens bent met dit beleid, maar kapitein heeft nu echt gezegd dat je moet gaan zitten. Je vertraagt het vliegtuig. Dat zij zich niet wil voegen naar de regels, ook al zijn de regels uiteindelijk datgene wat leidt tot de uitkomst dat deze man wordt uitgezet, wordt gezien als een beetje vals spel, alsof haar punt dan daarom minder legitiem zou zijn. En dat is een heel interessante redenering, die denk ik juist past in Nederlandse poldermodel en overlegcultuur. We kunnen prima alle verschillen op tafel leggen, maar op het moment dat je hakken in de zand, dat je ophoudt met overleggen, dat je zegt van nee, dit doe ik niet, dan is de sociale acceptatie een heel stuk lager. Ja, het is alsof je zegt, nou, prima als je katholiek wil zijn, maar moest je nou zo nodig die beelden breken?
Dat is een beetje. Je hebt een schitterende boog afgelegd waarin je uiteindelijk ook nog de 80-jarige oorlog erin betrekt. Dank je wel daarvoor. Als moderator ben je er altijd heel blij mee. Maar ik ga toch weer eventjes ontwarren. Want je zegt dus, we hadden het eerst over Nederland. Waar je een specifiek Nederlandse reactie, zou je kunnen zeggen, op het soort opstand als Manu beschrijft, typeerde. Je zei ook, historisch gezien zijn er wel verschillen wellicht. De mate waarin we verzet, opstand accepteren, acceptabel vinden en ook gewelddadig verzet wellicht. En je hebt het heel erg over die sociale druk die er Europa breed, zeg ik maar eventjes als het voorbeeld Zweden is om te zeggen, nou prima als jij je wil verzetten, maar ik wil wel gewoon mijn vliegtuig halen. Hè. Dat is een beetje de bottom line van de reacties hier. Dat brengt ons denk ik bij de vraag, wat jou betreft, is er nou een voorbeeld wat jij kunt noemen uit de recente actualiteit, omdat jij die met name volgt en bekijkt, van wat jou betreft een geslaagde vorm van opstand nu is? Welk verzet, hoe groot of klein ook, doet het beste? Wat is het meest effectief? Nou, wat je ziet is dat er eigenlijk worden wel gezocht naar manieren die meer theatraal zijn, meer speels zijn. Mm-hmm. En die ook niet zo'n directe confrontatie opzoeken. En dat verandert wel een beetje het karakter van dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid of activisme. Een voorbeeld is dat er een paar jaar geleden was er in een Duitse dorp. Daar komen elk jaar neonazi's. En Pegida komt daar nu ook jaarlijks met een soort mars, een loop door de stad, door het dorp. Onder andere werd Rudolf Hess daar ooit begraven. En dat is een soort van pilgrimage. De bewoners die willen dat echt niet. En om dat te verhinderen, vaak zijn er in dit soort situaties ook echt tegendemonstraties. Zeker in Duitsland, waar de antifascistische beweging heel erg groot is. Om te zeggen van, dit willen we niet in ons dorp. Maar nu hebben ze iets anders gedaan. Ze hebben een sponsorloop daarvan gemaakt. Dus voor elke kilometer die werd afgelegd, of zelfs elke meter werden gedoneerd, voor een goed doel dat is een organisatie die juist mensen helpt die in aanraking komen met rechtsextremistisch geweld. Dus zeg maar, Pegida dat hele loop, die route die dan neonazis aflegde, werd dan eigenlijk met posters opgetuigd als een speelse knipoog van alsof het een soort steun is van goed wat jullie doen. Terwijl dat niet van tevoren bekend was. Dus op het moment dat zij daar op straat stonden, bleek dat zij gewoon zichzelf tegenwerken eigenlijk door daar te lopen. En er zijn allerlei voorbeelden van wat meer satirisch verzet. Of in ieder geval verzet waarin je de situatie probeert om te draaien. En geweldloos eigenlijk probeert een twist Er zijn daar heel veel voorbeelden van. Ander mooi voorbeeld vond ik wat je noemde. Eerder zag ik dat langskomen over in Servië, waar mensen massaal hun hond gingen uitlaten toen demonstreren verboden werd, bijvoorbeeld. Ja, we spreken over jaren 90. Een hele serie protesten tegen Milosevic. Op een gegeven moment, die protesten die duurden maanden. Hè? Dus maanden, 10.000 mensen op straat, voornamelijk studenten. En op een gegeven moment werden demonstraties verboden. Omdat Milosevic toch wel dacht, het duurt me iets te lang. De vraag was, wat nu? Hè? Toch wel de straat op gaan, doorgaan met demonstreren, risico op gewelddadige confrontaties met polities. De protestbeweging Otpor heeft toen ook een soort speelse, theatrale strategie bedacht. En een van de manieren was om te zeggen, nou weet je wat, morgen laten we met z'n allen de honden uit. In België dus zijn van die grote herders heel populair. Duitse. Ja, de Duitse herders en überhaupt grote hondenrassen. Dus dan heb je ineens 20.000 mensen met hun honden op straat, die niet demonstreren. Waar je ook niet zo gauw politie op gaat afsturen, want grote hondenrassen. Dus het is een steekspel die heel theatraal is en humorvol. En zeg je, dat is eigenlijk de manier die nu het beste werkt? Want wat ik me erbij voor kan stellen... Daar werkt het op dat moment heel goed.
Maar ook omdat ze niet een andere, omdat ze geen andere middelen hadden. Er was gevaar van vervolging als je ging demonstreren. Maar je kunt je voorstellen, ik ga even de vraag daaraan vastknopen. Dat hele, in een wereld waarin, waarin we gewend zijn aan het idee dat alles belachelijk kan worden, dat ironie als stijlvorm overal is, is het dan ook niet lastiger om satire als kritisch politiek instrument te gebruiken? Is denk ik wel een reële vraag. In hoeverre is dat dan nog effectief? Ja, nee, dat is absoluut een terechte vraag. Ik denk dat er altijd, kijk, wij vergeten soms dat de manier hoe je verzet pleegt, dat is echt een politieke beslissing die afhankelijk is van de omstandigheden vaak. Het is niet per definitie goed als het confrontatie mijdt en als het geweldloos is en als het netjes is en elegant. Dat kan, maar soms zijn confrontaties nuttig. In Servië destijds, in Belgrado, waren hele goede politieke redenen om dat geweld niet op te zoeken. Ten eerste omdat er gevaar van escalatie groot was. Ten tweede omdat er heel bewust ook afstand werd gedaan van een gewelddadig regime. Deze beweging zag zichzelf als een burgerbeweging die daar heel bewust afstand van deed. In zo'n situatie ga je ook gewoon niet naar geweld grijpen. Dat je confrontatie vermijdt. Ik vind dat bijvoorbeeld wat er nu werd gedaan met die sponsor loopt in Duitsland. Ik bedoel, het is een geniale actie, het is ontzettend grappig. Maar ik vind het ook heel krachtig op het moment dat heel zo'n dorp of stad uitloopt en zegt, dit willen wij niet. Dat is wel confronterend. De vraag is, waarom vinden wij dat minder charmant dan zoiets? Onlangs was er ook heel veel te doen om een theatrale en fantastische project van een jonge Nederlandse studenten die een project deed over catcallers, hè, naroepen en lastigvallen op straat. Ja, is het misschien eventjes, dat was de studenten, Noah heet ze geloof ik. Noah Jansma heet zij. In juni 2017 of in de zomer op Instagram foto's ging maken van haar met alle mensen, alle mannen moet ik zeggen, die haar nafloten. Als jullie kijken op Instagram met de hashtag Dear Catcallers, dan vinden jullie haar onmiddellijk. En het is enorm veel in het nieuws geweest. Ze heeft er ook wel allerlei prijzen mee gewonnen. Wat doet zij? Zij gaat dan een maand lang, heeft ze dus iedereen die haar op straat iets heeft nageroepen, nagefloten, telefoonnummer gevraagd en andere dingen, heeft ze gevraagd van, goh, kunnen we misschien samen een selfie maken? En de selfie is dus vervolgens op haar Instagram-account terug te zien, met in de tekst, en ze kijkt ook heel chagrijnig, maar dat ziet dus de persoon die haar lastigvalt niet. Ze zit daar met zo'n lang gezicht. Dat zijn ontzettend grappige theatrale foto's. Ze hebben ook absoluut een esthetische waarde, dat is een deel van het project. Met de tekst geroepen. En ik wil er helemaal niks van afdoen, maar ik vraag me dan wel af van waarom zouden wij het minder sympathiek vinden als zij op een felle toon zou reageren op die belagers? Nou, wat zou het antwoord kunnen zijn? Als je de directe confrontatie mijdt, zoals jij betoogde in onze samenleving steeds meer het geval is, mis je dan ook iets? Of ga je ergens misschien te makkelijk aan voorbij? Door het altijd maar elegant op te lossen, omdat je weet dat je dan wellicht de meeste steun achter je krijgt. Ik maak me dus wel zorgen dat er in situaties waar je het niet elegant kan oplossen of waar je niet... Soms wil je gewoon heel duidelijk een statement maken. Soms wil je ook gewoon ergens voor staan en zeggen van tot hier en niet verder. En negatieve gevolg van dit soort strategieën zou kunnen zijn dat per definitie zijn legitimiteit verliest. Dus het is ook niet dat het altijd per se goed is, maar het is een afweging. Het is iets, denk ik, wat wij nog in een vizier moeten houden, waar we over moeten blijven praten, wanneer wel en wanneer niet. Het is ook niet zo dat er... soms worden regels overschreden en soms wordt ook de grenzen van de wet overschreden. Omdat mensen vinden dat ze zich gewoon nu eenmaal bij die regels en bij die wetten niet willen en kunnen neerleggen. Dat is niet altijd fraai en elegant en grappig. En het enige waarvoor ik waarschuw is dat... Die vorm van verzet heeft ook altijd wel een plaats. Het is niet goed, denk ik, dat de sociale acceptatie daarvoor verdwijnt. Omdat wij nog alleen maar ludieke, ironische en speelse acties acceptabel vinden. Dat zou een gemis zijn.
Oké, dat punt heb je gemaakt. En je hebt me ook een heel fijn bruggetje aangereikt naar jouw buurman, waarvoor dank. Namelijk Paul Abels, omdat je het net ook weer had over de situatie waarin echt de wet overtreden wordt. Als in waarin de burgers tegenover overheden en handhavers van de orde staan. En dat is natuurlijk, Paul, waar jij met name in jouw onderzoek mee bezig bent. Wat een interessante is, denk ik, eventjes om. Ik stel me even voor uw kijk naar Paul Abels. Dan het ziet er ook wel een beetje naar. Nou ja, je hebt een pak aangedaan. Je ziet er toch wel een beetje uit als een handhaver van de orde. Wat ik heel intrigerend vond, was jouw opstelling afgelopen februari, afgelopen jaar, rondom dat referendum dat er was. Je noemde het al eventjes over de nieuwe inlichtingen, de WIV, hè? Door de tegenstanders dus de sleepwet genoemd, waar het ging om het verruimen van de bevoegdheden. Daar werd jij eigenlijk, je hield een oratie waarin je heel nadrukkelijk zei dat je eigenlijk vond dat die wet er met name toe leidde dat de politiek weer veel meer greep ook kreeg op het werk van de diensten. Eigenlijk, als ik het eventjes doorexerceer, zou je kunnen zeggen dat je bijna opriep daar dat de geheime diensten in opstand af en toe moeten komen tegen de politiek. Wat weer toch even een kanteling is van het perspectief, denk ik. En misschien kunnen we ook wel zeggen, dat referendum over de sleepwet was ook een opstand, een opstandje. Daarover met jou nu toch even het gesprek. Misschien moeten we eerst eventjes uitleggen als het gaat over de verhouding tussen burgers, overheden, geheime diensten. Waarom jij vond dat die geheime diensten, ik zeg maar eventjes provocatief, in opstand moesten komen tegen de politiek. Je zag die wet als een onderdeeltje in een veel grotere beweging waarin de politiek eigenlijk probeert greep te krijgen steeds meer, ja, op het werk van de diensten. Misschien moet je dat nog even uitleggen. Ja, het is nadrukkelijk een poging geweest vanuit de politiek en een geslaagde poging blijkbaar om. Want de wet is er gekomen. Ja. De wet is er gekomen en alle aandacht ging naar dat sleepnet, wat, ja, in mijn beleving slechts een technisch onderdeeltje was. Maar een principiële vraag die ik geprobeerd heb te agenderen en die eigenlijk stevast door de overconcentratie op het sleepnet consequent genegeerd werd. Dat is de principiële vraag van de verhouding tussen de politiek en de diensten. Ik ben opgevoed vanuit die dienst waar ik ooit in 1984 begonnen ben, vanuit het idee, de wet bepaalt waar wij naar moeten kijken. Namelijk naar gevaren voor de democratische rechtsorde, de staatsveiligheid of andere gewichtige belangen van de staat. En we hadden in het wapen ook vissen staan die tegen de stroom in zwemmen. Dat staat er nog steeds in. Alleen dat speaking through to power wordt toch wel ondergraven door wat dan technisch de geïntegreerde aanwijzing genoemd wordt. Dat is een beetje een technische term. Ja, de geïntegreerde aanwijzing, dat is zoals het in de wet staat. Er zijn dus een vijftal ministers en ministeries die aan die dienst moeten vertellen naar welke onderwerpen ze moeten kijken. Dus, ja, niet de dreiging wordt daarin dominant, zoals altijd geweest is, maar de politieke stuurt wens. Ja. En dat is in mijn beleving een levensgroot risico voor politisering van inlichtingen. Dan ga je dus, en dat hebben we gezien wat je dan krijgt met de inval van Irak in 2003. Ja. Als je politiek gewenste inlichtingen gaat geven, dan ga je de bietenbrug op. Want dan ben je dus echt een blind verlengstuk van de politiek. Terwijl een dienst juist er is om los van die politieke waan van de dag een soort slot op de deur, een waarborg te zijn voor het instand houden van het democratische systeem. En daadwerkelijk die ontwikkelingen te signaleren, die dreigingen, die een ondergraaf of een rechtstreekse bedreiging vormen voor het functioneren van het systeem. Mm-hmm. En dat is dus de structurele ontwikkeling eigenlijk waar jij op hebt willen wijzen. Ja. Wat gebeurde was dat je eigenlijk toch een beetje in het kamp van de pro omdat ik geen probleem had met dat sleepnet, want dat was allemaal veel minder erg dan men veronderstelde. Maar het was wel een mooie opstand. Kijk, dat hele referendum, dat is daarna razendsnel afgeschaft. Maar ik denk dat het een schoolvoorbeeld was van hoe een referendum kon werken. Oh, en in de sfeer van wat jij noemde, een recht van de burger om met een aantal handtekeningen. Dit waren 5 enthousiaste studenten, mm-hmm, die gingen echt geëngageerd met een forse stellingname aan de slag. Een beetje geholpen door Lubach, die dan een extra machtsfactor in dit land is tegenwoordig. Maar zij zijn erin geslaagd referendum. Er is een heel goed debat geweest. Ik heb me letterlijk
een referendumfractuur aan mijn voet gelopen van het ene debat naar het andere debat. En daar, daar werd gewoon inhoudelijk gediscussieerd. Niemand stelde het bestaan van het recht van die diensten ter discussie. Maar er werd gewoon inhoudelijk heel goed gediscussieerd. En uiteindelijk zie je in de uitslag dat het ook een evenwichtige uitslag was. In mijn beleving gelukkig met een kleine meerderheid tegen. Ja. Zodat het kabinet echt wat moest doen. Want als er maar een kleine meerderheid voor was geweest, had men niets gedaan, had men het zo ingevoerd. En nu is er een bres geslagen en nu kun je een aantal dingen, want er wordt nog weer opengebroken, kun je ook zoiets als die geïntegreerde aanwijzing, kun je ook andere dingen toch weer met druk, die blijvende druk die je gewoon nodig hebt, zeg niet op straat, maar toch langs de andere wegen, zou je die wet beter kunnen maken. Ja, interessant. Dus je zegt, ik was voor de wet, omdat ik uiteindelijk vond dat dat instrumentarium wat werd uitgebreid noodzakelijk was om aan de, zeg maar de moderne eisen te voldoen om opsporingswerk te kunnen doen. Daar is natuurlijk veel discussie. De dienst spoort niet op, correctie. Inlichtingenwerk. Daar hebben de politie en het OM voor. Ja, daar heb je helemaal gelijk in, dankjewel. Daarom zei je, was het een goede wet. Tegelijkertijd, zeg je, vond ik eigenlijk de discussie die ontstond en de opstand die er tegen was, een geslaagde vorm. Geslaagd, ja. Punt is, we zitten nu met die wet. Die is aangenomen, onder andere door voorstanders zoals jij. En je ziet, dat vond ik zelf wel intrigerend, dat er toch ook heel veel angst was voor het optreden van de diensten. En in een opiniestuk in het FD zei jij bijvoorbeeld dat je dat heel erg verbazingwekkend vindt en onterecht, dat met name veel jongeren bang zijn voor de overheid. En ook daar uit die opstand eigenlijk wellicht ook wel een beetje ontstaan is. Hoe kijk je daar dan naar als je zegt dat is eigenlijk onterecht, maar het was wel een terechte opstand? De opstand was terecht in de zin dat men zich, er is in de 35 jaar dat ik in die wereld zit, nooit serieus überhaupt over het werk van de diensten gepraat. Ze hebben altijd een beetje in het verborgenen, natuurlijk een beetje een kenmerk voor een geheime dienst, maar in deze tijd kun je je niet meer verstoppen en moet je verantwoording afleggen. En zo'n debat was prima. Ik heb het ontoesteren genoemd, want die dienstleiding ook, die was eigenlijk met grote tegenzin. Uiteindelijk ook kwam men naar buiten om daar commentaar op te geven. Maar we moeten volwassen als samenleving over zo'n onderwerp kunnen praten en ook de zorgen neerleggen. En in die zin, denk ik, ze hoeven dus minder ongerust te zijn, omdat er helder wordt uitgelegd wat er daadwerkelijk kan gebeuren, hoe de toezichtsmechanismen werken. Ongelooflijk veel toezicht. Er is in Europa geen dienst die zo gecontroleerd en wordt dan de AIVD en de MIVD. Dus minder zorg, maar tegelijk wel erbovenop blijven zitten. Want juist die aspecten die ook benoemd zijn in het debat, en dat doet ook nu de Commissie van Toezicht, die let juist op die elementen, daar heeft het debat ook toe bijgedragen, wordt echt op de vingers gekeken, gaan ze daar zuiver mee om. Gebruiken ze die bevoegdheden echt binnen de grenzen zoals die zijn bedoeld in de wet. Dus je bent wat dat betreft, ben je enthousiast? Nou, iedereen is wakker en iedereen is alert. En dat heb je nodig, zeker ook voor... Je moet de macht altijd wantrouwen. Want als de macht niet gewantrouwd wordt en zijn gang gaat, kunnen er ongelukken gebeuren. Ja, dus je moet wantrouwen, je moet er scherp op blijven. Je moet ze controleren, je moet ze aanspreken, je moet ze corrigeren. Wat jij ook doet in je... Nee, dus ik begrijp je punt. Je zegt dat is in principe, we hebben ook scherper toezicht nu in die wet verankerd. Maar zeg je dat helpt niet. Dat politieke punt, ik wou net zeggen, daar zitten we nog mee volgens mij. Nee, dat betekent dus dat jouw samenleving daar altijd scherp op moet blijven. Ja, maar de vraag is natuurlijk, in deze huidige wet is er nog steeds in jouw optiek overgrote invloed van de politiek op het inlichtingenwerk. Die is nu groot geworden, ja. Dus moeten we die politiek heel sterk gaan En hoe bekijken. Organiseer jij dat verzet? Intern. Interne verzetsbeweging. Nee, ja, dat klinkt heel erg geheim, maar nee, maar even maar als hoogleraar, wel scherp, wat probeer je? Ja, ik probeer juist vanuit mijn verkregen vrijheid, een soort coming out, ik mag er nu over praten na 34 jaar. Ik probeer juist in het publieke debat aandacht voor dit soort aspecten te vragen. En nou is er natuurlijk nog iets anders, want we hebben het nu gehad eventjes over de situatie van de diensten die de burgers in de gaten houden, die kiemen van verzet, zoals jij dat net noemde, tijdig moet signaleren op het moment dat ze een gevaar zouden kunnen betekenen voor de openbare orde, vat ik het maar even als leek samen. Iets anders is natuurlijk burgerlijke ongehoorzaamheid, dat begrip viel ook al eventjes. Wil ik je toch even voorleggen, omdat dat toch ook wel iets is wat af en toe in het debat terugkomt.
In 2010, alweer even geleden, heeft de AIVD de definitie van extremisme aangepast. Waardoor burgerlijke ongehoorzaamheid de facto als extremisme wordt geclassificeerd. Zeggen bepaalde burgerclubs. Dus zeg ik maar eventjes, mensen die in het spectrum van vrijheid van meningsuiting tegen discriminatie opereren. Ze zeggen, en dan mag je daarna uitleggen waarom dat volgens jou helemaal niet klopt, maar... De huidige definitie, die momenteel ook door de diensten wordt gehanteerd, luidt dus: extremisme is het fenomeen waarbij personen of groepen bewust over de grenzen van de wet gaan en illegale acties plegen om zo hun doel te bereiken. En in de optiek van dit soort burgerorganisaties zou dat dus de ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid beperken. Vind je dat, begrijp ik dat jij dat onzin vindt? Nee, geen onzin. Het is zo dat, zoals het hier staat... Het moet wel gaan om ernstige wetsovertredingen, geweldstoepassingen, ernstige vernielingen en dergelijke. Niet het niet navolgen van een bevel van een ambtenaar in functie. Dat is ook een wetsovertreding. Ja. Maar het moet wel... het is dus, vroeger heet het politiek gewelddadig activisme. Vond ik eigenlijk een betere term dan extremisme. Maar dan zit dat gewelddadige erin. Want daar ligt de grens. En in die zin is het wel zo, en daar ben ik het wel mee eens, ook met de criticasters, dat we in dit land ongelooflijk hebben ingeboet op de speelruimte voor burgers om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. De autoriteiten vertonen een dermate angst op dit moment. Bij elke manifestatie op straat, dan wordt er al onmiddellijk een batterij aan voorwaarden gesteld. Ze mogen ergens in een havengebied in het verre van de stad bijeenkomen. Of ze mogen niet bijeenkomen. Men is ontzettend risicomijdend. Dat is kenmerkend voor onze hele samenleving. Er mogen geen risico's genomen worden. Dus ook niet ten aanzien van de openbare orde. En dan zie je dat er heel snel gegrepen wordt naar verboden en dergelijke. Ik denk dat zo'n actie van de blokkeervriezen 10 jaar geleden nog niet tot een rechtszaak geleid zou hebben. Nee, uiteindelijk nu ook niet tot een veroordeling, maar goed. Jawel. Ja, goed. Een forse veroordeling. Ja. Dus je ziet dat in die zin de macht repressiever wordt ten aanzien van buitenwettelijk optreden. Dus eigenlijk zeg je, ook jij zegt, de ruimte om te demonstreren, die wordt beperkt eigenlijk. Ja, die is in de praktijk wordt die behoorlijk ingeperkt. En als je dan vraagt naar de verklaring, dan zeg je dus risicomijding. Risicomijding bij de autoriteiten. Begrijp ik, maar dat lijkt me toch meer een symptoom van iets anders. Ik bedoel, wat ligt daar aan ten grondslag? Ja, misschien angst voor de zittende macht dat belangen bedreigd worden. Ik weet het niet. Het is ook een tijd. Je bent ouder dan ik, dus je gaat al langer mee. Wat is er veranderd? Dank je. de tijdgeest denk ik toch ook. Men is ook bijna niet meer gewend, want we hadden het net over. In Nederland is het protest vooral achter het toetsenbord. Een eenling kan massa maken. Dat zag je natuurlijk ook met die actie op Instagram. Je kunt in je eentje kun je een protestbeweging starten, maar tegelijkertijd echt mensen op straat krijgen in Nederland. Nou, als je er 100 bij elkaar hebt, dan ben je een hele knappe organisator. Denk je dat ook, Ivana? Ja, dat is echt. Ik denk het absoluut ook. Ik denk dat daar heel veel maatschappelijke processen op elkaar inspelen. Dus ik denk niet dat politiek op zich repressiever wordt. Voor een deel zijn deze maatregelen scherper, omdat wij veiligheid zo hoog op de agenda hebben staan. En dat is heel erg ook gedreven vanuit de vraag uit de maatschappij. Hè? Dus dit is niet alleen maar iets wat bedacht is in Den Haag. Dat is iets wat eigenlijk... Hoe lang hebben jullie hier? Kan ik eigenlijk nog uren over praten? Doe maar kort, want we gaan ook even naar de zaal. Ik denk dat wij oog moeten hebben voor verandering van allerlei bestuurlijke structuren, van minder autoritair naar meer regulerend. En de eisen en de mentaliteit die daarbij hoort en de verwachtingen die dat kweekt voor een soort nette gang van zaken, veiligheid. Vermijden van risico's, preventie, et cetera. Dat is heel erg breed, zowel op het maatschappelijke als op de politieke agenda gekomen. En dat heeft echt te maken met een soort structurele verandering van minder autoritair naar meer bestuurlijk. En dat zie je op allerlei niveaus terugkomen. Ik weet dat ik nu te kort door de bocht dit vertel, maar nu hebben we eenmaal weinig tijd. Maar dat de manier hoe wij, veiligheid in de maatschappij organiseren,
heeft absoluut te maken met hoeveel tolerantie zullen we hebben voor degene die zich niet binnen die regels begeven. Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is om te beseffen dat soms zinvolle daden van verzet niet vallen binnen die nauwe definitie van burgerlijke ongehoorzaamheid. Want even ter herinnering, dit is de definitie die in de wet staat. Dit is wat de wet wil toelaten. Dus dit is niet per se wat wij als maatschappij acceptabel moeten vinden. Dit is vanuit het perspectief van de wet iets waarvan wij zeggen, in een vrij land willen we de burgers bepaalde ruimte geven om oneens te zijn met de wet. De eisen die daarbij worden gesteld zijn dat het geweldloos moet zijn onder andere en dat ook heel vaak dat de burgers zich uiteindelijk dat ze uiteindelijk de wet moeten erkennen in zoverre dat ze een proces ondergaan en een straf accepteren. Maar ook bij geweld moet het dus de reactie van de overheid proportioneel zijn. Ja, want dat is natuurlijk, daar heeft Nederland een goede traditie, die Dutch approach. Op het moment dat toch grenzen overschreden worden, dat hebben we met RARA gezien, dat hebben we met andere geweldsplegers gezien, die niet zo ver gingen dat ze mensen doden. Dat er niet een overreactie is, zoals bijvoorbeeld in Duitsland of Frankrijk is geweest, waardoor je eigenlijk mensen nog verder in de richting van zwaardere geweldpleging draait. Ja. En daar hebben we in Nederland denk ik een goede traditie, dat we qua performativiteit van de overheid, zoals Beatrice de Graaf dat zegt, altijd heel sterk nadenken van wat is het effect als overheid, want je bent als overheid, beïnvloed je jezelf ook de ontwikkelingsgang van extremisme, terrorisme. Ook dat punt is denk ik gemaakt. Ik begin hierin te praten. Dat doe ik omdat ik namelijk eventjes naar jullie in de zaal wil. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. Ja, meneer daar. Ik inventariseer even. 1 vraag. Nog meer? 2, 3. Gaan we die doen? En daarna wil ik jou, Manu, nog eventjes vragen hoe jij als Vlaming, Belg, naar deze bespiegeling over Nederland hebt geluisterd tot slot. Even kijken. U was als eerste. U zat met een prangende vraag. Zo zag het eruit. Ja, je zei dat de 80 jaar oorlog dat is een vorm van zelfonderzoek wat we gedaan hebben. En dat klopt. Ik bedoel, we hebben een stuk van onszelf onderzocht. En dan vooral dat we voor onze vrijheid hebben gevochten, dat we een land hebben gecreëerd waarin we zeg maar ook voor godsdienstvrijheid zouden zijn van Willem van Oranje. Maar tegelijkertijd in die periode zijn we ook het land geworden wat Nederlands-Indië de koloniale bezetting heeft. Curaçao hebben we veroverd. We hebben Nieuw-Amsterdam, New York hebben we veroverd. En die kant, die belichten we helemaal niet. Wordt ook in de tentoonstelling maar heel weinig belicht. En dat is toch een heel, helaas een vrij hardnekkig kenmerk van onze identiteit. Dat we vechten voor onze eigen vrijheid. Dat hebben we tijdens de 80-jarige oorlog gedaan. Maar tegelijkertijd gaan we anderen zeg maar, hun vrijheid helemaal ontnemen. Dat herhaalt zich ook in de Tweede Wereldoorlog weer. We strijden tegen de Duitsers of tegen nazisme voor onze vrijheid. We hebben onze vrijheid. Het eerste wat we doen is teruggaan naar Indië. Ja. Om Indië weer te koloniseren. Ik ga er heel kort eventjes, nu kan ik zo meteen wat erop zeggen. Omdat we bij deze avond hebben we gekozen voor dat element van opstand, verzet. Nu is de vraag, hebt u nu nog aan dit panel een vraag die u wilt voorleggen? Ja, het hoort meer bij dan misschien bij het zelfonderzoek van de tentoonstelling 80-jarige oorlog. Nou, daar kan ik heel kort iets over zeggen. Dat doe ik dan eventjes een beetje namens het Rijksmuseum, omdat die vraag ook eerder wel gepasseerd is. Daar is onder andere wel een poging gedaan. Gijs van der Ham is ook hier. Daar kunt u wellicht straks aan de bar nog verder mee spreken, om wel ook te laten zien dat conflict uiteindelijk de hele wereld overging en hoe dat resoneerde in allerlei windstreken. Dus wat dat betreft is dat misschien iets om nog eventjes met Gijs van der Ham, die hier is, over verder te praten. Maar ik snap dat ik... Je kunt zeggen resoneren, maar het gaat erom dat we daar... Ik begrijp... Voor onze eigen vrijheid, andere mensen gaan echt gaan onderdrukken. Begrijp ik. Dat is wat Sophie ook nadrukkelijk in haar verhaal zei. Dat heb Stephanie. Stephanie Arkengel heeft het denk ik ook aangekaart. Ik ga toch, als u gewoon even omwille van de tijd, want het is nu 10 uur. Er zijn allerlei mensen waarmee u dus zeker dit gesprek kunt en moet voortzetten, denk ik. Ja, dat gaan we eventjes buiten het bestek van het plenaire deel oplossen, als je dat goed vindt. Even kijken, hier in het midden was nog een vraag. Ja. Ik
Ik hoor net, omwille van de tijd moet ik het kort houden. Graag. Ik ga het proberen. Ik zag in het, misschien in de introductie van het filmpje, zag ik, er werd de vraag gesteld van, ja, wanneer is de laatste keer dat je verzet hebt gepleegd? Ik zie verschillende antwoorden komen en ik denk van, ja, hoe zie ik me erover als goede individu in de Nederlandse samenleving? Wat zegt dat tegen mij? En ik denk, ik pleeg elke dag verzet. Waarom pleeg ik elke dag verzet? Dat is misschien een beetje in het midden. Maar ik ben elke dag bezig met de culturele verruiming van Amsterdam. Ik run samen met vrienden, collega's, kennissen, run ik de Vondelbunker in Amsterdam. We zijn een directe tegencultuur van wat er gebeurt in Amsterdam en in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Wij zijn een legale plek. Wij huren deze ruimte van de gemeente Amsterdam. We betalen keurig huur. Doen mee met de grote regels omtrent hoe run je een vrij centrum, een autonoom vrij centrum. Maar er zijn ook plekken in Amsterdam die op dit moment met het nek tegen de muur aanstaan op ontruiming staan. Ik heb het hier over kruipen. En wil je een vraag stellen aan de panel? Ja, ga naar de vraag toe. Heel goed. Ik ben al onder de vraag. Want we hebben het over kraakpanden. ADM staat op het punt om ontruiming te worden. Baiersdorp gaat ook weg. En dit zijn plekken die een tegencultuur duidelijk kenbaar maken aan de samenleving. Maar wat is dan op het moment dat we als overheid zeggen van deze plekken zijn niet gewild, wat zien we dan als wat we als samenleving op zou moeten doen om te zorgen dat dit soort plekken wel weer terugkomen? En heb je een voorkeur voor iemand die dat antwoord zou kunnen geven? Paul, meneer Abels. Ja. Of u even de kraakbeweging de wilt... De kraakbeweging, de beweging, ja. De tegencultuur, pardon. Ja, ik zeg tegencultuur. Nou ja, dat is die ruimte die je in de jaren 70, 80 had. Maar kraken is inmiddels bij wet verboden. En de wet wordt gehandhaafd. Maar het zegt wel iets over de inkrimping van de scharrelruimte die je als samenleving biedt aan mensen die in verzet willen komen. Bijvoorbeeld in verzet tegen toch de steeds nog schandelijke leerstand van panden die jarenlang aan hun lot overgelaten worden, terwijl er allerlei behoefte is aan ruimte. Dus in die zin vind ik dat een verarming van de democratie, dat je dit soort zaken... Kijk, op het moment dat de rechter beoordeelt dat je eruit moet, prima, maar de kraakbeweging heeft er wel voor gezorgd dat hele speculeren en zo op een behoorlijke manier teruggedrongen is. Dus ja, ik ben voor een wat permissievere samenleving dan we nu hebben. Nou, dat in de tas van de tegencultuur, zou ik zeggen. Ja, vraag nog hier. Mijn naam is Erik. Een vraag voor Paul Abels. De tegenkracht niet meer zichtbaar wordt, want je zegt het net al, de scharrelruimte wordt beperkt van de mensen. Zou het dan niet zo heel goed kunnen zijn dat het vulkanische kracht wordt, een onderstroom wordt, wat steeds sterker wordt? Want juist omdat hij er niet mag zijn. De IVD en de IVD zijn een van de best ontwikkelde in Nederland, van Europa in mijn ogen. En daarom zijn we ook heel snel ergens bij. Dus voor het weet wordt de opstandeling de kop ingedrukt. Dus tegenkracht niet meer zichtbaar. En ik denk ook dat tegenkracht daardoor wat een stuk intelligenter wordt. Het zijn net als virus en bacteriën, die worden slimmer. Reactie van meneer Abels. Ja. Nee, op Erik. Kijk, tegenkracht kan alle kanten op gaan. Hè. Je hebt natuurlijk op dit moment ook, en er zijn net twee rapporten over uit, rechtsextremistische tegenkrachten. Die vinden dat ons systeem verrot is en dat onze cultuur bedreigd wordt, et cetera. Dan kom je ook in de discussie, hoe verhoudt zich rechtsextremisme tot populisme? Als je nou iets hebt wat taboe is, om daar als overheid uitspraken over te doen. Toch hebben is in die rapporten is gezegd van, ja, je kunt het aan twee kanten op beoordelen. Populisme kan ook, en heeft in verschillende landen ook, is dat ook gebleken, kan ook een bliksemafleider zijn om sentimenten die anders meer richting rechtsextremisme gingen, toch in een meer parlementaire context ook een vertaling krijgen. Via een PVV of een Forum voor Democratie, et cetera. Maar uiteindelijk zie je dat van de andere kant dat populisme ook door de grenzen die het opzoekt, ook weer rechtsextremisme de gelegenheid geven om dat te misbruiken voor hun eigen agenda's. Dat zag je met het hashtag Kom in Verzet, wat vanuit Wilders kwam, wat door rechtsextremen heel erg gebruikt werd vervolgens om... En dat zijn bewegingen die je denk als inlichting- en veiligheidsdienst moet signaleren. En je moet op een gegeven moment ook
dus de politiek, ook de populisten, et cetera, daarop wijzen hoe dit soort mechanismen werken en hoe zij eventueel ook meewerken aan het... En hoe ondermijnend ze kunnen zijn. En hoe ondermijnend ze kunnen zijn. Ja. Ik realiseer me dat we met deze vragenronde weer allerlei nieuwe discussieavonden eigenlijk hebben geantameerd. Maar we gaan nu toch deze avond tot een einde brengen. En ik wil dat even doen met Manu eigenlijk als laatste spreker. Dat ik van jou een citaat vond dat ik mooi vond aansluiten. En eigenlijk nog mooier nu we de avond achter ons hebben. Omdat het ook vaak ging over dat romantische beeld dat we hebben, al dan niet terecht, van conflict als motor van de democratie. En jij als activist zei me, dat zei niet mij, maar dat zei je eerder in een prachtig interview met Thomas van Esten, wat u kunt teruglezen voor de correspondent toevallig. Dat je dat beeld eigenlijk een beetje als activist bent kwijtgeraakt. Het beeld van conflict. Dat romantische beeld van conflict als motor van de democratie. Ik bedoelde daarmee dat we cultiveren dat partijen onderling dat conflict belichamen. En dat we dus altijd naar verkiezingen gaan en dat we in de aanloop naar verkiezingen dan campagnes hebben. En kijk naar wat in Amerika is gebeurd. Zeer hevig. En dat voor de buitenwereld en vooral ook voor de pers, dat samenvalt met ons beeld van democratie. Dus dat wordt dan de hoogmis van de democratie genoemd, de verkiezingen om de zoveel jaar. Ja, dat, voor mij is dat... En voor steeds meer mensen is dat ergens iets wat gebeurt onderweg tijdens democratische procedures. Maar er is nog zoveel meer naast verkiezingen. Je kunt, en ik heb in mijn boek geprobeerd om politiek burgerschap open te trekken. Dus het is niet alleen naar verkiezingen gaan, maar het is ook, zoals bijvoorbeeld die Eline in dat vliegtuig, vormen van dissidentie opnemen. En ik denk dat zij zeer succesvol was, omdat ze drie zeer belangrijke aspecten van activisme verenigde. Ze was pionier in wat ze deed. Ze was de eerste. Ze was heel duidelijk dissident, tot huilend toe eigenlijk. En ze berichtte erover. Ze was journalist op een bepaald moment. En voor mij is dat ook politiek burgerschap. En die drie rollen, of hoeveel het er zijn, eigenlijk allemaal als burger. Daarbij voluit activist. En ja. Ik vind dat de democratie en conflict, dat is te veel samen gaan vallen met discussies tussen politici. En dat is eigenlijk een zeer arme invulling van wat een democratie kan zijn. En ik denk dat wij in Antwerpen hebben gepoogd, en ik denk dat we daar succesvol in waren, om het instrumentarium van aan politiek doen als burger, om dat weer helemaal open te gooien. En dat was niet alleen deelnemen aan de procedures, maar dat is ook daarnaast. Hè. Ik vond dat heel interessant wat Ivana daarover zei, van dat jullie in Nederland wellicht... zoveel ruimte proberen te bezetten binnen het overleg, dat daarnaast nog zeer weinig ruimte over is. Wat wij hebben gedaan, dat is, wij hebben ruimte gezocht om te mogen overleggen met de overheden. Wij zijn in die werkbank gegaan in dat toekomstverband, maar wij hebben tegelijkertijd vertaald van, wij blijven u wantrouwen. En vandaar dat wij de macht van het getal op straat, laten we zeggen, en de legitimatie die wij aan de tafel hebben van het overleg, als wij niet blijvend ons voeden door die pressie, dan gaat ons gewicht aan die tafel ook kleiner worden. Dus wij doen beide, wij overleggen en praten, maar wij proberen wel de macht ook bij ons groot genoeg te houden om te mogen overleggen. En dus wij komen soms samen met die politici in overleg en wij zeggen, by the way, maandag dagvaarden wij de minister van Milieu van uw partij voor een luchtkwaliteitszaak. En dat is intussen aanvaard, bij wijze van spreken. Wij verliezen daardoor onze plaats aan de tafel niet. Wij proberen echt wel die macht, die buitenmacht, mee te nemen ook in dat overleg. De macht van de tegenkracht. Daarover niet loslaten. Spraken wij vanavond. We laten hem niet los. Ik wil jullie hartelijk danken hier op het podium voor jullie bespiegelingen op dat ingewikkelde en brede thema. Ik wil jullie ook vragen in de zaal om hard te klappen. Dan kunnen jullie namelijk van het podium af. En dan kondig ik de laatste afsluitende act van de avond aan. Dank jullie wel. We gaan namelijk nog één keer luisteren, kijken naar een van de 18 Parijs-residenten, want zo heten ze de mensen die mee mochten naar Parijs, om daar na te denken over die artefacten uit de 80-jarige oorlog, personen uit de 80-jarige oorlog, ofwel personen die na de 80-jarige oorlog opkwamen, zoals bijvoorbeeld Johan de Witt. En daarover hoort u zo meteen. Ik zeg u alleen dat wij op 3 december, het laatste deel van deze serie,
hier huisvesten. En dan spreken wij over de toevalligheid van een volk. We hopen natuurlijk dat u daar weer bij bent. En dan is nu het laatste woord aan niemand minder dan rechtstreeks uit Antwerpen, Spittler. Goedenavond allemaal. Alles in orde? Verstaan jullie mij? Mijn Nederlands ook? Oké, super. Ik ga het dus hebben over Johan de Wiet. Wij zijn met de buren naar Parijs gegaan. En dan moesten we allemaal uit een lijst met artefacten van het Rijksmuseum iets kiezen. En ik was aan het kijken tussen die artefacten en ik vond niet echt iets dat mij... Ik ga eerlijk zijn, ik vond niet per se iets dat mij aansprak, omdat ik niet echt veel kennis erover had of zo, of over de achtergrond. Ik vond er een schilderij, dus ik heb het er gewoon uitgenomen om iets te kiezen. Een of andere langharige tikkel, ja, ik weet niet, een heel charismaloze figuur. Ik begon een beetje eerst te zoeken met een paar grappigere beats of zo. Ik ben trouwens rapper en slampoet, maar ik wou het eerst met rap aanpakken. Dus ik begin naar beats te luisteren, zowel leuke dingen op te zetten. Ik kijk naar die man zijn hoofd en ik denk gewoon van, hoe moet ik hier iets leuk van maken? Oké, dan. Ik begin een beetje verder onderzoek te doen over deze man. Eerst, ik zag allemaal zo vrij cliché-typische historische figuurachtige achtergrondinformatie. En dan ineens dacht ik echt, shit, is dit wel echt? De manier dat die man gestorven is, was echt ziekelijk. Dus daar heb ik een tekst over geschreven. De naam is Johan, maar voor de vrienden is het Jan. Geloof het of niet, maar in zijn tijd was hij de man. Samen met zijn broer bij de rijkste van het land, Johan kon van alles, had van alles bij de hand. Mensen kruisten moord en brand, mensen kruisten moord en brand en dan loopt alles uit de hand. Johan werd geframed en daardoor viel hij door de mand. Johan is kundig, distkundig, berekend wiskundig, zijn moraal was miskundig. Rake tata shit, rake papa shit, Johan de Wiet, OG tata shit, vrij Nederland, maar alleen voor witte tata shit. Rumoer, rumeur, rebellie, dat wordt duur. Ondervraag hem in gevangenschap, onder tortuur. Drijf een kolf door zijn kop, split het op de borduur. Stomdronken, als we met ingewanden spelen, kan men niet schelen. Als we hem volledig fileren, zijn ledematen verdelen. Laat ruchtige kelen, kelen met velen, bespelen met velen. Om te spelen zijn ontedelde edele delen, die dat we stelen. De primitieve boerenhorde volgt geen bevelen. Hij wil geen oranje, jullie willen dit niet. Snij de tong uit en de ballen van die schelmen van de Wiet. Johan in een boom met zijn kop naar beneden. Zijn lever en zijn longen werden uit zijn kas gesneden. Animale, marginale cannibalen willen hem eten. Johan die had beef met de chief, lag met oranje in de clinch. Dus werd gemarteld, ondervraagd en dan door het grauw gelinched. Laat hem leeglopen, laat hem leeglopen, verlos hem van zijn vocht. Alles wat loskomt, wordt uit de straat verkocht. Hak de vingers van zijn poten, zet een prijs op zijn kop en zet een prijs op zijn kloten. Ik ben die de Wiet als ik in de haven wandel. Ik ben die de Wiet als ik in de slavenhandel. Ik ben die de Wiet als privilege wordt gekanteld. Ik word gekanteld. Karkas opengereten en mishandeld. Ontleed, ontkleed en ontmanteld. Aan stukken gereten en door marginalen verhandeld. Hij had geen keus, geen neus, geen lippen. In het bekken van zijn broer zat een gapend gat. Het wordt bedekt uit respect met een vieze dode kat. Waar is hij gemold, is mijn uitleg nog te vaag. Aan de gevangenenpoort, in de straat van Den Haag. Ontleed, ontkleed, in het groene zootje. Je kunt nog stukjes van hem vinden en het ligt er al een poosje. Een uitgerukte tong en een vinger in een doosje. Johan de Wiet. Dank u wel. Dankjewel.